See ya. We have diamond hands to the moon. That'll be 14 bits. It's just money, bro. You paying for that? I forgot my wallet. Bitcoin Cash. It's just money. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en ik, Johan. Ja. En misschien komt, ja, als het goed is, komt Lucas er zo meteen ook bij. Dus dan wordt het weer heel gezellig. Yoshi die kan er niet bij zijn. Die zit in Belgrado op dit moment. En ja, misschien dat er nog andere mensen bij komen. Dat, ja, dat zien we dan wel weer. Ja. Goed, ja. Peter. Hey, ho. Ik zal heel even kijken of jij hoorbaar... Ja, jij bent hoorbaar als het goed is. Ja. Nee, goed, ja. Even kijken of ik nog officiële mededelingen kan doen. Ja, die kan ik doen. We hebben namelijk een... in de, hoe heet het, de Telegram-chat hebben we nu ook de mogelijkheid om tokens te claimen. Ik heb de Unvaccinated Sperm Token heb ik op de markt gebracht. Overigens moet je nou niet naar de Vrijheid Radio groep zelf gaan. Dat is trouwens t.me/vrijheid, maar die wil ik gewoon bewaren voor discussie. Je kunt daar wel andere mensen mee tippen als je die token hebt. Maar die token die kun je dan krijgen via t.me/claimSLP. Het is een SLP token. En op dit moment geef ik dan unvaccinated sperm weg. Gewoon ongevaccineerde kwakkies. Ja, er zal een animo voor zijn. Ja, ja, het loopt best wel wild. Ik weet niet waar al die mensen vandaan komen. Maar ik zie echt de meeste mensen, die niet, ja, namen die ik niet eens ken, die... Die zitten allemaal, komen allemaal die groep binnen om die token te claimen. En nou, ik heb er 21 miljoen van gemaakt. En, symbolisch bedrag. Ja, ja. Ik zei ook, het is ik had voor de gein een post gedaan en zei ik van ja, dit wordt de nieuwe bitcoin, had ik gewoon voor de grap gezegd. Ja, ja. Ongevaccineerd zaad wordt de nieuwe bitcoin. Heb je die What's Her Face? Die is op YouTube ook. Die heeft wel af en toe, ja, die heeft hele vaak humoristische, goed to the point speeches. Oké. Okay. Filmpjes. En die zei ook van, ja, de mannen die nog ongevaccineerd zijn, dat worden cumcows later. Dat ja, ja, ja. Worden helemaal lege molken. Ja, ja, ja. Ja, ik zag ook al memes voorbij komen, of filmpjes. Dan zag je een heleboel bruiden die renden achter één man aan, weet je wel. Mm-hmm. Dat allemaal vrouwen met die trouwjurken en bloemen. Echt honderden. Ja. Nou ja, goed. Ja, ik had in ieder geval, dat was voor mij het idee om deze token op de markt te brengen. En nou ja, goed. Hij loopt als een tierenlier, dus ja. Dus kom je digitale cumshot halen. goed aan de markt te brengen. t.me/claimSLP. Om je SLP-adres te bevlekken. Ja. Goed, nou ja. Dan gaan we even naar de standaard blokje toe. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. We beginnen even met de marihuana-index. Die is alweer gezakt. Die staat nu op 120,81. Dat zal waarschijnlijk dollars zijn. Dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Die is net onder de 376 miljard gedoken. Die staat op 376,999 miljard. Bitcoin die is ook gaan dalen. Die staat nu onder de 27.000. Eurotjes. Hij staat nu op 26.500. Ja, er wordt heel veel gespeculeerd. Er zijn mensen zoals die zien hem alleen maar omhoog gaan. Terwijl, ja, analisten die zeggen, nou ja, die gaat echt naar de 20.000 toe. Dus dat gaan we zien. Ja, er zijn wel, ik hoor dat de 4 greed index stond daar voor een maximaal aantal dagen op Extreme 4, dat was nooit
zo lang voorgekomen. Ook in de beermarkt van 2018 niet. Dan, meestal gaat het dan niet nog heel ver naar beneden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het toch nog wel omlaag gaat. Omdat er toch nog een heleboel moonboys in zitten. Ook die zitten te wachten. De Wen Lambo. Hebben ze 2 Ethereum gekocht. En dan Wen Lambo. Ja, vanuit Elliott Wave perspectief. Zou die nog zijn 5e wave af moeten maken. Weet je wel. Dan krijg je een... En net dat laatste stukje moet hij nog doen, weet je wel. Ja, dat betekent wel dat hij naar beneden gaat. En als hij naar beneden gaat, dan gaat hij ook flink naar beneden. Dan zit hij op de $20.000 dollar of €16.000 eurotjes. Ja, als die, als die 28.000 weer gebroken wordt, die vorige loon, die paniekloon. Ja. Het is, als je naar de grafiek kijkt, ik ken er nooit zo heel veel van te zeggen, maar dan zie je steeds lagere highs. Je ziet hem na die 28.000 bounce die omhoog. En dan gaat hij weer omlaag. En dan komt hij minder ver omhoog. En dan weer omlaag. En dan minder ver omhoog. Dus het wordt aan de bovenkant wordt het naar beneden gedrukt. Ja. Well, we gaan het zien. Even kijken. Ja, dan had je nog goud, olie, zilver eventueel. Ja, goud was alweer in het nieuws. Want... de inflatiecijfers vielen toch wat hoger uit. En er kwam er weer een beetje twijfel natuurlijk of het wel, wat is het, noemen ze dat ook weer, transitory was. Dus, ja, het was van voorbijgaande aard. Daar zeiden ze altijd over die inflatie. Blijven ze maar roepen. Maar dat roepen ze natuurlijk ook omdat ze die geldkraan niet uit kunnen zetten. Mm-hmm. Dus dan moet je dat wel geloven dat het van voorbijgaande aard is. Maar het rare is dat je dus... Wat je zag gebeuren is dat de dollar omhoog ging, ondanks dat de inflatie dus hoger uitviel. En ja, het idee daarachter is dan, ja, als de inflatie hoog is, dan gaat de Fed, die gaat de geldkraan dicht doen. Dus dan wordt de dollar schaarser. Dus anticiperend op een reactie van de Fed. Terwijl de Fed heeft eigenlijk gezegd van, we're not even thinking about raising rates. En ze zouden niks zonder aankondiging, zouden ze de QE niet doen. Maar er was wel één voorbeeldje. In Nieuw-Zeeland hadden ze opeens wel de geldkraan een beetje dichtgedraaid. Want de inflatie begon daar ook uit de hand te lopen. Dus het kan natuurlijk gebeuren. Maar je zag goud even een duik nemen. Juist met hoge inflatiecijfers. Wat natuurlijk heel raar is. Maar allemaal op anticipatie van. Oké, nou komt de Fed in actie. Nou gaan ze het doen hoor. En ik snap niet dat je dan nog steeds gelooft. Het is net zoiets als van two weeks to flatten the curve ongeveer. Dat is als de inflatie komt gaan wij de rente verhogen. Ja. Dus je zag goud al heel snel terugkomen na die daling. En daar staat hij weer $1,829. Oké. Okay. Ja. En olie, ik weet niet of je al gehoord had, maar ze willen de olieprijs omhoog gooien in Nederland met een paar euro. Benzineprijs. Ja, benzineprijs, sorry. Met een paar euro? Met een paar euro, ja. Caramba. Ja, het is nu nog een plannetje. Het is zeg maar een ideetje om mensen elektrisch te laten rijden, weet je wel. Dus dan gaan ze die, willen ze, ja, hebben ze een plan. Maar ze zijn nog aan het onderzoeken, zeggen ze. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè. Ja, dan gaat de economie toch wel heel zwaar onderuit, denk ik. Als ze dat gaan doen. Als ze in één keer met een paar 100% de brandstofprijzen mogen doen, dat zie je terug. Ja. In alles. Dus dat wordt gewoon stevige armoede, ja. Ja, ja, ja. En de olieprijs is al vrij hoog natuurlijk. Of tenminste, is al aardig gestegen. Want hij was vorig jaar nog in de coronadiepte was hij eventjes negatief geweest. De WTI dan tenminste. Maar nu is het alweer, was het weer $75. Het is nou even gezakt naar $71.71. Omdat OPEC een beetje op losse schroeven staat. Het zijn wat de dissenters. De United Arab Emirates. Die willen het marktaandeel vergroten. Maar dan vraag je wel af van hoeveel olie hebben die eigenlijk. Ik dacht dat die zelf niet zoveel olie hadden eigenlijk. Maar... Oké. Okay. Ja. Ja, goed, ja. Ik heb hier even kijken een berichtje. Ons eerste bericht is een crypto berichtje. Tevens, niet ons enige. Er komt daarna nog eentje. even kijken hoor. Het stock-to-flow model. Wie kent hem niet? Ja, het is een Nederlander, Plan B. Ja, van Plan B.
Dat is een... god, zit iets in de weg. Even kijken hoor. In ieder geval, het stock-to-flow model, is dat aan het ontsporen? Dat zijn geluiden die daar die zeggen van, hey, ik zal even kijken wat hier de titel is. Stock-to-flow, Bitcoin price model criticized as BTC price ratio matches the 2019 statistics. Nou ja. Hoe vertalen we dit voor de leek? Misschien moet je eerst even zeggen wat het stock-to-flow model beweerde. Dat is natuurlijk altijd een probleem met modellen, of het nou klimaatmodellen zijn, of modellen van de beurskoersen of economie of zo. Het zijn maar modellen en meestal zijn ze te simpel. En zeker als er menselijk handelen bij komt kijken, dan kan je eigenlijk geen... is het heel moeilijk om er een model bij te hebben, want mensen kunnen opeens in een waan raken en koers veranderen. Maar dat stock-to-flow model is door een Nederlander bedacht. Die zit ergens bij een Nederlandse bank, geloof ik. Een Nederlandse institutie. En heel populair geworden. En hij zegt elk jaar... hij kijkt eigenlijk naar de flow. Dus de hoeveelheid die er elk jaar bij komt van iets. Vergeleken bij de stock. Vergeleken bij hoeveel er al van is. Dus de goudhoeveelheid bijvoorbeeld, die neemt dan elk jaar met een paar procent toe. Omdat er nieuw goud gedolven wordt. En de bitcoin hoeveelheid neemt ook toe met een bepaald percentage. En zo heeft alles een stock to flow. En daarvan, dat gebruikte hij om de prijzen in te schatten. En wat hij vond toen was van, datzelfde model kan je gebruiken om zowel de prijs van zilver als goud, als nog een paar dingen te berekenen. En ook bitcoin. En dan zegt hij, elke vier jaar is er dus een supply halvering van de hoeveelheid bitcoin. Ja. Dan is er dus een flow verhalvering elke vier jaar. En dan moet die prijs omhoog volgens dat stock to flow model. En dat heeft hij een grafiekje van gemaakt. Dan zie je elke keer als er zo'n halving komt, dat een tijdje daarna gaat die prijs een spurt nemen. Maar... tot nu toe zat hij heel aardig, die 65.000 zat hij ietsje boven zelfs het stock-to-flow model. Maar nu is hij onderuit gegaan eigenlijk, gehalveerd. En dan zit hij dus onder het stock-to-flow model. Dus dat zou niet helemaal kloppen. Nee. En ik heb dat eigenlijk nooit echt geloofd hoor. Want het is natuurlijk niet alleen de schaarste die iets een waarde geeft. Je kan wel zeggen, plutonium, wat is stock-to-flow? Nou, dan bepaalt dat de waarde, maar... ja, waar kan je plutonium voor gebruiken? Of strontium of zo. Sommige dingen, die elementen, er wordt helemaal niks van gemaakt. Gewoon omdat niemand er interesse in heeft. Dus dan heb je een flow van nul. Dus dan zou je zeggen, dat moet een enorm hoge prijs hebben. Maar ja, als je niks aan hebt, dan heeft het ook geen prijs of geen waarde eigenlijk. Nee. En ja, dus die prijs begint af te wijken met stock to flow. En eigenlijk ook... paste het alleen de laatste halvering vrij goed. Want die andere Benjamin Cohen, die ik wel volg op YouTube, die zegt eigenlijk van, die cycli worden steeds langer. En die winsten worden ook steeds minder. De winsten van de halvering tot de piek, of van de dieptepunt tot de piek. Mm-hmm. En dan heeft hij die verschillende golven genomen. En dan zie je eigenlijk dat die steilheid steeds verder afneemt. Omdat er ook steeds meer mensen in komen natuurlijk. En het steeds meer geld nodig is om die koers omhoog te duwen. Van $1 naar $2 is 100% stijging. Maar dat is vrij makkelijk als er nog bijna niemand in bitcoin zit. Ja. Maar als het al een market cap heeft van een $1 biljoen. Dan is het niet zo makkelijk om hem even omhoog te drukken. Dus ik denk zelf dat stock to flow model ook gaat falen wel. Omdat die cycli inderdaad langer worden en wat minder grote dynamiek in zit van de onderste tot de bovenste. En dat heb je natuurlijk met die altcoins, is dat ook zo. Die hebben een veel kleinere stock, kan je wel zeggen. Die zijn een veel kleinere market cap, dus die zijn ook veel makkelijker om de hoogte in te jagen. Er hoeft veel minder geld in om zo'n klein coinje te vertienvoudigen of zo. Daar zijn bijna niks voor nodig. Terwijl als je bitcoin wil vertienvoudigen, dan moet er gewoon een ontzettende bak geld in komen. Ja. En ja, dat wordt wel verwacht dat uiteindelijk een heleboel bedrijven en instellingen en zo allemaal bitcoin gaan kopen. Maar ja, die willen natuurlijk ook niet op de top inkomen. Misschien dat ze nu inderdaad weer geneigd zijn om erin te stappen.
Nou, dat McAfee die had steeds dat punt van... Ja, die was in het begin ook, geloofde hij ook al dat de bitcoin een miljoen zou worden. Hij zou zelfs een lul opeten, zei hij. Mm-hmm. Als dat niet zo was. Maar hij is toen later daarop teruggekomen. Hij zei toen dat... en hij maakte als punt van... Als je kijkt van waar men daadwerkelijk mee betaalt op het internet. En dan met name op het dark web. Is dat met Monero en andere privacy coins. En die hadden volgens hem meer, daardoor eigenlijk meer waarde. En... Bitcoin is geen betaalmiddel meer, die heeft die functie verloren. Dus ja, en datgene wat het juist waarde gaf, was dat het gebruikt kon worden als betaalmiddel. Weet je wel? Ja. En dan ja, die maximalisten die zeggen dan steeds van ja... Lightning. Het is digitaal goud. Nou ja, Lightning, daar is men al over eens, dat werkt niet. Maar de... Of het is heel gecompliceerd om het in elkaar te zetten. Ja. Als je het helemaal goed doet, dan kan je... En je weet eigenlijk nog steeds niet wat voor privacy je dan hebt bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar het is de Lightning is gewoon een laag bovenop de Bitcoin. Hè? Dus, ja. Ah, goed, dat heb ik wel vaker uitgelegd hier. Second layer. Ja, ja. Maar in ieder geval, het punt wat hij dus maakte. En dat klopt ook volgens de Oostenrijkse school. Hè? Daar werd ook gezegd dat het goud had waarde niet omdat het schaars was. Maar omdat het gebruikt werd als betaalmiddel. Ja. Ja, nou ja, daar moet het ook wel schaars voor zijn om gebruikt te worden als betaalmiddel. Als het natuurlijk niet schaars is, dan wordt het wel heel lastig. Want dan... Ja, ja. Maar ja, men had ook zilver, ja, zilver werd ook gebruikt als betaalmiddel. Dus het was wel schaars, maar dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was dat men het als muntgeld gebruikte. Of in ieder geval als betaalmiddel gebruikte. Ja, maar je zou zeggen, hoe zit oorzaak gevolg daar dan in? Want... Ja, wat ik van geschiedenis had geleerd was van dat in het verleden had je dus, mensen hadden sieraden en die noemden een stuk van die sieraad en daar betaalde je mee. Dus daarom zat er ook vroeger altijd een gat tussen, door die munten heen, want het hing aan een ketting, weet je wel. Ja. Dus waarschijnlijk was het eerst, men kon goud niet gebruiken om er speren van te maken of gereedschap, maar het zag er wel mooi uit en het gaf het roestte niet. Mm-hmm. En dus dacht men, nou ja, dan ga ik leuke dingetjes voor mijn vrouw maken, weet je wel. En op een gegeven moment wilde ze iemand een koe kopen en die had niks om mee te betalen. Dacht, wacht even, mevrouw, die heeft mooie sieraden hier. Dus ik, ja, prima, zegt die boer, je koopt een koe, maar zo is het een betaalmiddel geworden. Ja, ik denk dat ook de functie als juweel, dat gewoon een soort, ik geef mijn vrouw wat waardevols, dat in de vorm van een juweel. Maar als ik dan het loodje leg, dan kan ze nog even fruit op dat geld. Het is een soort pensioenvoorziening, denk ik. En dat zie je ook in India zo gebruikt worden. Dat bruidschat en zo, er is een hoop goud. En dat voor noodgevallen kan je daar opteren. Mm-hmm. Dus, het lijkt me toch dat het eerst een bepaalde paar eigenschappen moet hebben. Want als je modder hebt als geld, dan kun je zeggen, ja, als het maar gebruikt wordt als betaalmiddel, dan krijgt het waarde. Maar... Ja, modder kan je zoveel van bijmaken dat het nooit waardevol gaat worden. Dat het zo makkelijk te produceren is. Dus het moet wel schaars zijn. En het moet, denk ik, er ook komt iemand bij. Oh jee, die wil alles knipperen inderdaad. Wacht maar verder. Het moet ook niet bederven bijvoorbeeld. Dus je kan zeggen, ja, graan en zo, dat is wel waardevol altijd, maar dat bederft te snel, het moet duurzaam zijn, het moet ook makkelijk deelbaar zijn. Dus je hebt een aantal van die eigenschappen die denk ik toch wel belangrijk zijn om als geld te dienen. Mm-hmm. Maar ik vind het ook een zwak punt hoor, want Bitcoin gaat veel te veel op die exchanges hangen. Dat lijkt me ze zeggen wel, ja, wij zijn decentraal, want we hebben zoveel full nodes draaien en miners en security of the network en echt decentraal. En als je blockchain te groot is, ja, dan ben je niet decentraal meer. Maar als je afhankelijk bent van wereldwijd 10 exchanges of zo, die allemaal zwaar onder regulering staat, dan ben je ook niet meer decentraal. Toch? En zeker die lui die om regulering smeken, omdat ze denken dat de instituten er dan inkomende prijzen omhoog te jagen. Ik denk dat als je gereguleerd wordt, dan ben je helemaal de sjaak natuurlijk. Dan heb je een super central point of failure. Dat is niet decentraal meer als je gereguleerd wordt. Ja. Want het eerste wat gekocht wordt, is de regulator altijd. Ja. Dus, en dat vind ik ook aan Cardano een beetje een minpunt. Dat die,
ja, die zeggen altijd van ja, regulering dit, regulering dat. En ja, dat willen ze heel graag, regulering. Maar ja, oké, als de regulator nou zegt, ja, je moet er twee keer zoveel coins bij maken, want anders dan stort de economie in elkaar. Ja, je hebt net zelf gezegd dat je gereguleerd wil worden. Nou, je hebt een regulator, die zegt dat er twee keer zoveel coins moeten bijkomen. Nou, ga maar twee keer zoveel coins erbij maken. Ja, dan heb je gelijk al een central point of failure, zou ik zeggen. Ja, welkom Lucas. Ik kan nog even vragen aan de mensen die luisteren. Mocht er een delay zijn tussen onze stemmen, dan moet je dat even zeggen. Ik doe nu even een testje. Ik zeg 1 en dan zegt Peter 2. En dan zegt Lucas 3. Hoppa. Nou, als dit gewoon heel natuurlijk klinkt, dan is er niks aan de hand. Ja. Wat overigens wel leuk is, er komt over een maand of zo, nu we het toch over plan B hebben en Benjamin Cohen, komt een debat tussen plan B en Benjamin Cohen over hun modellen. En dat debat gaat dan over van hebben ze lengthening cycles of is het een vaste cycli van 4 jaar. Dus nou ja, als je daarin geïnteresseerd bent, dan over een maand of zo zou dat er geloof ik komen. Oké, ik zie een bericht in de chat. Even kijken hoor. Je moet wel gereguleren, anders komen de uitbuiters. Oh, je moet wel reguleren, oké. Anders komen de uitbuiters. Oh, dat mag je even uitleggen, JP. Je moet wel geruleren. Geruleren? Ja. Ik denk dat hij dat een beetje cynisch bedoelt. Ja. Nou, goed. Ja, nee, welkom. De uitbuiters zijn reguleerders natuurlijk. Ja. Eigenlijk haal je de uitbuiters erbij en dan heb je eigenlijk een zwak punt. Ja. En in ieder geval welkom Lucas. En ja, we gaan even kijken hoor. We hadden dit berichtje gehad over stock flow to flow model. En dan gaan we even naar het volgende nieuwsberichtje toe. De andere crypto berichtje. De digitale euro die komt eraan. Ja, maar niet meteen hoor. Ze nemen de tijd voor. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Ja, het is zo belachelijk, die ECB. Ze proberen een beetje op die crypto hype mee te zeulen. Van ja, we hebben ook een digitale munt hier. En niet zeuren, als je in crypto wilt, dan kan je onze crypto munt kopen. Maar het is natuurlijk zo centraal als de pest. En zo onprivaat als de pest ook. Iedereen, zij kunnen alles van iedereen in de gaten houden. Ze kunnen zelfs gewoon automatisch een proces-verbaal opsturen. Als ze zien dat jij een euro verdiend hebt zonder dat er belasting over betaald is. Dus er zijn zorgen over privacy. En de kosten. De kosten, dat bij de ECB zorgen maken over de kosten van wat dan ook, dat, daar geloof ik niet in. Ja. Maar ik denk dat ze het wel willen doen inderdaad, want ze vinden het natuurlijk heerlijk om een enorme controlemaatschappij te hebben. Want, wat, heb je geen vaccin? Hup, gaat je rekening uit. Ja. Want dat soort dingen hebben ze al natuurlijk. Hè. Dat zijn er ook trots op. Dat als je mensen al hun alternatieven afsluit, zeg maar, dan nemen ze het vaccin bijvoorbeeld. En dat was ook met Obamacare zo. Die waren er dan trots op van nou, we hebben zoveel aanmeldingen voor Obamacare. Ja, omdat je een boete krijgt als je het niet neemt. Maar hoe je daar nou trots op kan zijn, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Hè? Eigenlijk zet je mensen het mes op de keel en dan gehoorzamen. Dan zeg je, nou, dat is net zoiets als, je zet het mes op de keel en dan ga je een vrouw verkrachten. En dan zeg je, nou, ik lig ontzettend goed in de datingmarkt. Dan denk je, nee dus. Het is gewoon onzin. Ja, dit soort dingen zullen ze ook wel door de strot duwen, net zoals al die andere dingen. Ja, JP zegt nog, die zegt, ja, de euro is eigenlijk al een crypto. De ECB die mint erop los. Ja. Dat zal niet veel anders zijn als de euro opeens een cryptomunt is geworden, of dat er een crypto variant van de euro is. Zo'n VOS
verliest niet haar streken wat dat betreft. Mm-hmm. Nee, maar ze kunnen er ook streken aan toevoegen. Hè? Want ze kunnen er bijvoorbeeld geld maken dat je deze euro's, digitale euro's, kan je niet aan alcohol uitgeven. Of deze digitale euro's, die kan je alleen maar aan broccoli uitgeven. En in het begin zullen mensen zeggen, oh, dat is heel goed. Want dan, je wil niet dat mensen een uitkering krijgen en het dan vervolgens allemaal wegdrinken of roken of zo. Dus nee, mijn zegen heb je, zeg maar. En voor je het weet, krijg je met deze euro's kun je geen benzine meer kopen. Want dat is ook heel hartstikke fout natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan, ja, je weet natuurlijk dat er enorm gelobbyd gaat worden dan bij de ECB over waar de krachtigste euro's, digitale euro's dan voor zijn. Net zoiets als in Amerika hebben ze die food stamps. En dan wil iedereen natuurlijk in die food stamps zitten. Dus dan kan je dan met food stamps bijvoorbeeld wel een Snicker kopen of zo. Ja, gaat de Snickerbedrijf gaat natuurlijk lobbyen dat er ook bij komt. Dat de mensen ook af en toe een Snicker kunnen kopen van hun food stamps. En dat breidt zich steeds verder uit. En ik denk dat dat met dat digitale geld ook gaat gebeuren. Dat je allemaal lobbygroepen krijgt die gaan proberen te voorkomen dat jij allerlei dingen kan doen. Zoals roken, drinken, reizen. Allemaal leuke dingen, zeg maar. Het is iets met geluid. Wacht even hoor. Zeg eens wat, Peter? Ja, ik zei de hele tijd al wat. Jouw geluid doet het wel, volgens mij. Maar even kijken hoor. Het geluid is voor mij wel goed. Oh, ja. Oké. Oh, dan zal die waarschijnlijk een... flabbergast. Ja, flabbergast zal waarschijnlijk een deal in... Ja, hij had... Het lag aan hem. Oké. Ga verder, Peter. Nog op sorry voor de onderbreking. Wat zeg je? Dat zo'n... Als je zo'n machtscentrum hebt van een instituut die bepaalt waar je een euro aan uit kan geven voor de volle waarde en waar je het uit kan geven voor de halve waarde en een kwart waarde en een achtste waarde. Zo'n instituut wordt natuurlijk enorm belobbyd door de industrie. Dus die worden helemaal volgestopt met do-searches en dingetjes. Van dan gaat die weer lobbyen van net zoals wat moet er in het basispakket, zeg maar. Moeten brillen in het basispakket of niet? Alle opticiens die gaan dan proberen om de brillen in het basispakket te krijgen. En dat krijg je dan natuurlijk ook van bij die ECB-jongens wordt er ook natuurlijk gelobbyd van. Krijg je een uitgavenfactor van 1, van 0,8, van 0,6. Daar gaat natuurlijk allerlei smeergeld bij gepaard. En dat daar is precies om te doen. Ja. En uiteindelijk kan je het waarschijnlijk gewoon helemaal nergens meer aan uitgeven. Ja. Ja, maar goed, ja, we hebben ook nog een ander berichtje. Dat past hier eigenlijk wel bij. Inflatie in de VS doet een bullrun na 13 jaar. Ja, en dan zitten ze gelijk bij, inflation has likely peaked. Dus dit was het waarschijnlijk wel. Maak je geen zorgen, ga vooral niet als een beestje geld lopen uitgeven, omdat het straks niks meer waard is. Nee, hou het vooral, blijf zitten. Blijf stil zitten. Ja, dat is natuurlijk, ik denk dat is natuurlijk het probleem waar die gelddrukkers altijd mee zitten. Dat zij willen natuurlijk het geld wel uitgeven. Maar ze willen eigenlijk niet dat geld de markt inrolt en dan een hele berg inflatie gaat veroorzaken. Dus wat ze hebben gedaan is bijvoorbeeld de banken een motivatie geven om hun geld bij de centrale bank te zetten. Want als het geld bij de centrale bank staat, dan veroorzaakt het geen inflatie. En dan geven ze dat heet dan een interest rate on excess reserves. Dus dan dat die banken die krijgen een beetje rente als ze die reserves bij de centrale bank parkeren. En daarmee blijft dat geld eigenlijk sanitized. En ik denk dat de aandelenmarkten vinden ze ook geen problemen. Als iedereen zijn geld in de aandelenmarkten smijt en de aandelen gaan omhoog, of de obligaties, daar zitten ze ook niet mee. Want dat wordt allemaal niet meegerekend in de inflatie. En daar krijg je geen rellen van. Maar als de voedselprijs omhoog gaat, dan kan je wel gewoon keiharde rellen krijgen. En dan krijg je het nog eens heel moeilijk als machthebber. Dus Bitcoin vinden ze ook prima, denk ik, in dat opzicht. Van smijt je geld maar in
in Bitcoin, want je drijft nergens de prijs van op eigenlijk, behalve de prijs van Bitcoin. Maar het is niet zo dat als jij auto's gaat kopen, als iedereen auto's gaat kopen, dan gaat de prijs van benzine omhoog en de prijs van staal en de prijs van plastic en rubber en chips en allerlei dingen die daarin gaan, die worden allemaal omhoog gedreven. Zolang jij maar aandelen koopt of ander speculatief goedje, ja, dan is het niet erg. En op het moment dat mensen denken, ja, nu is het moment om te cashen en ik ga mijn geld omzetten in een prachtige zeilboot of zo, ja, dan ontstaan de problemen, want dan gaan opeens de prijzen van de zeilboten door het dak heen of wat dan ook. Ja. Nou ja, dat is echt een beetje gebeurd met het kopen van huizen in Nederland. Dan zie je dat ook al terug. Dat is dan geen zeilboot, maar... Ja, maar boten ook bijvoorbeeld. Boten zijn inderdaad helemaal uitverkocht ook, hoorde ik laatst. Dus het is eigenlijk al weggelekt uit de pure markten richting vastgoed. Ja, mensen zijn al gaan denken, nou, ik ga een huis kopen. Dat is eigenlijk ook een soort belegging, maar ik kan er tegelijkertijd in wonen. En nou zitten huizen ook niet in de CPI, geloof ik. Want dat doen ze, tenminste in Amerika, hebben ze dan owner's equivalent rent hebben ze voor de huizenprijzen. En dat is dat de eigenaar moet in een enquête opgeven hoeveel huur die aan zichzelf zou berekenen als hij het zou verhuren. Ofzo. En dat wordt dan meegenomen als een component voor de huizenprijzen. Maar dat is natuurlijk, staat in helemaal geen verhouding tot wat de echte huren zijn of wat de echte koopprijzen zijn. En voor gedeelte is het natuurlijk ook zo dat ze zeggen van ja, de prijs van huis is misschien wel verdubbeld in de laatste paar jaar, maar... De rente is gehalveerd. Dus als je een hypotheek hebt, dan zijn je maandlasten niet veranderd. Ja, dus dat kunnen ze nog een beetje erbuiten houden allemaal, huizen ook. En aandelen natuurlijk helemaal. En bitcoin überhaupt. Maar ja, als de prijs van biefstuk of zo omhoog gaat, of rijst of aardappelen, dan is het een ander verhaal. En dan zie je, je hebt natuurlijk aardig wat rellen gezien nou rond de wereld, in van die landen, Zuid-Afrika en Cuba, waar ik denk, waar dat wel begint te bijten. En het rare is ook dat ze dan bij Cuba, maar er komt straks ook wel dat dan de nieuwsberichten waren, waar de mensen demonstreren vanwege gebrek aan vaccins. Ja, dat is een reden om te rellen. Ja, als ze hutje met elkaar op straat gaan, wij willen vaccins, dan voelen we ons niet veilig. Ja, je had ook zeggen, mensen rellen in Cuba om gebrek aan bitcoin of zo. Dus Zolang niet leeglopen. Want als mensen daarop gaan anticiperen, dan gaat de prijs natuurlijk nog harder omhoog. Ja. Je zou zeggen, kan het toch haast niet anders dan omhoog gaan als ze de veestapel willen halveren in Nederland en ze willen al de voedselproductie de nek omdraaien. Ja, dan zou je toch wel verwachten dat de prijzen aardig omhoog gaan. Ook van voedsel. Ja. Dus in de chat werd nog gezegd, volgens de Biden was de barbecue $16 goedkoper. voor een hele familie van 4 of zo. Dat was 4 cent per persoon was het dan. En dan alleen al naar de supermarkt rijden kost je al veel meer geld aan benzine. Daar werd hij ook wel voor belachelijk gemaakt. En het is ook vergeleken met... Net een jaar eerder, geloof ik. Hè? Dus dat was ook een beetje een gunstige vergelijking. Het was dan zeg maar vlak na de coronacrash dat iedereen stil zat en dat de prijzen dumpten. Nee, dat was niet zo. Nee, ik weet niet. Het is 16 cent, maar er is niet veel dat goedkoper is, denk ik. Oké. Maar ik denk dat de Fed inderdaad geen andere keuze heeft dan die aandelenmarkt proberen te blijven inflateren. En je weet natuurlijk dat dat niet kan. Om dat geld maar contained te houden. Misschien moeten ze dan aan het eind van het verhaal moeten ze alles in beslag nemen of zo. Dus ja, nou alles nationaliseren we alles. En dan heb je eigenlijk ook die hele geldhoeveelheid in cordon sanitair gezet. Ja. Maar even kijken, volgens mij had je het al genoemd, hè? De ECB gaat woningprijzen meenemen in de berekening van inflatie. Ja, dat is, daarvan dacht ik een beetje van, zou er nou een topje aan zitten te komen dan? Want meestal is dat zo, als ze dit soort dingen gaan doen. Ik weet nog dat de Nederlandse Belastingdienst ging veranderen, de belastingen in box 3 van echt rendement, hoeveel winst je gemaakt had,
naar fictief rendement. En dat was in het jaar 2000. Dat was precies in de, op de piek van de dotcom-bubbel. Dus daarna moest je jarenlang een fictief rendement betalen over je verliezen. Dus ik denk altijd van, oké, nu gaan ze opeens, ze zitten in dat mandje zitten ze altijd te knoeien. En dat ze nu opeens iets erin gaan gooien waarvan ze weten van, ja, nou zit het een beetje aan zijn piek of zo. Mm-hmm. En dat weten ze natuurlijk als zij zelf een beetje de teugels gaan aanhalen qua monetair beleid. Ik zou niet weten hoe ze dat vol moeten houden. Dat gaat toch wel een paar schokgolven geven als ze dat zouden doen. Ja. Het is veel makkelijker om te zeggen van, nou, we gaan ons inflatiedoel een beetje bijstellen. Wat ze ook in Amerika doen. Toen zeiden ze eerst van, ja, het moet onder de 2% zijn. Toen zeiden ze, nou, het moet 2% zijn. Toen zeiden ze, nou, het moet gemiddeld 2% zijn over een wat langere periode. Dus het is nou veel lager geweest de lange tijd. Dus het mag nou best even wat hoger zijn. Zo zitten ze eigenlijk te lullen naar wat het toch is. En waarschijnlijk is het nog veel hoger. Maar ja, goed, deze mensen weten hartstikke goed wat ze doen. Hè? Dus vertrouwen hebben. Hè? what could possibly go wrong? Ja, het is, dat is ook zo raar. Zowel de Fed als de ECB gaan ook klimaatverandering nou oplossen. Dus de centrale bank heeft de geldpers en die kan de rente, stand manipuleren. En ze gaan klimaatverandering tegengaan. Oké. Dat is iets als, nou ja, dit is te belachelijk voor woorden eigenlijk. En het is natuurlijk zo dat eigenlijk wordt door hoge inflatie wordt enorme consumptie aangewakkerd. Hè? Dus als jij heel veel geld gaat drukken, dan gaan mensen zo snel mogelijk hun geld uitgeven in plaats van het sparen. En dat betekent dat je een consumptiemaatschappij creëert. En in Amerika zie je dat ook duidelijk, dat 80% van de economie is consumptie. Er wordt alleen maar geconsumeerd en geïmporteerd. En consumptiemaatschappij is eigenlijk een hele grote verspillingsmaatschappij. Dus eigenlijk die inflatie die lokt gewoon verspilling in de hand. Mensen gaan in een te grote huis wonen door inflatie. Mensen die gaan een boot kopen die ze niet nodig hebben. Ze gaan allerlei shit kopen die ze eigenlijk normaal niet zouden kopen. Maar gewoon omdat geld minder waard wordt, betekent dat als jij maximaal leveraged en je koopt een heleboel dingen op schuld en dat geld wordt minder waard, dan krijg je die dingen eigenlijk op kosten van de mensen die hun spaargeld minder waard wordt. Dus ja, eigenlijk is de ECB een enorme milieuvernietiger. Nou, inderdaad, want op zich wordt daardoor ook extra consumptie aangejaagd. En zeker als er daarna ook nog extra geld wordt gecreëerd, dan kan die extra consumptie gewoon door blijven gaan. En dat heeft natuurlijk ook CO2-impact. En wat dat betreft is dat ook gewoon tegenstrijdig. En elke windmolen die je plaatst, ja, leuk allemaal, maar dat is kinderspel in vergelijking met de extra CO2-uitstoot als gevolg van een smatige geldcreatie, die niet waardig gebaseerd is. Ja, en ik denk dat je die nutteloze consumptie op een heleboel vlakken terugziet. Als je naar Amerika kijkt, en je loopt daar wel door Florida heen of zo, dan zie je ontzettend veel, ontzettend dikke mensen. En dat is eigenlijk ook een soort inflatie, letterlijke inflatie van hun vethoeveelheid. Maar het is natuurlijk ook, als consumptie als heilig wordt verklaard en productie is de grote boeman eigenlijk, want bedrijven zijn altijd fout en slecht en die worden altijd gezien als de milieuvervuilers. Maar ja, als je bedrijf als slecht ziet en productie als slecht en consumptie als goed, dan krijg je natuurlijk steeds meer consumptie. En mensen zien zichzelf als, en ik heb het ook mensen horen zeggen in Nederland hoor, die geven dan een hele hoop geld uit wat ze geleend hebben. En dan zeggen ze, wij houden de economie op de been met onze, door een nieuwe keuken te kopen en allerlei nieuwe dingen te kopen. Dus mensen hebben het gevoel dat ze goed bezig zijn als ze flink consumeren. En niet als ze iets produceren of sparen of zo. Sparen is volgens Keynes natuurlijk ook eigenlijk slecht. Gewoon eens oppotten. Dat is, dan ligt gewoon maar niks te doen, dat geld. En dat zie je ook bij veel mensen als ze over een miljardair hebben. Dan, die heeft gewoon een miljard, daar staat gewoon niks te doen. Terwijl de mensen honger lijden. En zitten ze op een miljard.
kunnen ze gewoon uitgeven zonder dat er iets gebeurt met voedselprijzen, kunnen ze gewoon de wereld honger verhelpen. In werkelijkheid ook... hebben ze dat gewoon geïnvesteerd, hè? Dat is niet dat ze op de bank rekening hebben. Ja, in werkelijkheid hebben ze gewoon een bedrijf inderdaad dat een miljard waard is. Ja, als geld wat uitgeleend wordt aan de bank ook gebruikt wordt om daarvan leningen te verstrekken die investeringen zijn. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Over het algemeen doet een bank productieve leningen. Dus een bank die zegt van ja, als wij geld uitlenen en we willen er rente van krijgen en de hoofdsom terug, dan moet dat eigenlijk geïnvesteerd worden in iets productiefs. Dus in een onderneming. Maar je ziet natuurlijk steeds meer consumptief krediet. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, want dan ga je gewoon een lening aan om een consumptieartikel te kopen. En dan moet je het daarna plus rente terugbetalen. Eigenlijk gebruik je dan de productiviteit van degene die leent. Maar het is... Toekomst. Je eet van de toekomst. Ja. Dit is natuurlijk eigenlijk ook iets wat aangespoord wordt door inflatie en consumptief krediet. Van ja, als ik nou iets duurs koop, dan betaal ik er eigenlijk minder voor als ik het op krediet doe. Want dat geld dat komt later toch bij bakken binnenzetten. Dus dan kan ik makkelijk die lening afbetalen. Maar heel Keynes zei dat eigenlijk ook. En de overheid is dan helemaal geweldig, want die heeft toch een Keynesiaanse multiplier. Dat betekent dat elke euro kunnen zij 10 keer uitgeven of zo, of een aantal keer uitgeven. Ja, dat is nog mooier volgens Keynes. Dan heb je nog meer uit, want dan gaat het GDP omhoog, omdat er zoveel uitgegeven wordt. Oh, de magical multiplier. Ja, de magic multiplier inderdaad. Maar ja, dat is... Dat is een soort fractional reserve banking, is dat ook natuurlijk. Van, je stopt 1 euro in een bank en die bank die kan het dan 10 keer uitlenen. En dan, jemig, dat is gaaf, dan kunnen we 10 keer zoveel projecten doen. Maar wat ze altijd vergeten is, je kan niet 10 keer zoveel projecten doen. Want je hebt niet 10 keer zoveel mensen, je hebt niet 10 keer zoveel hijskramen, je hebt niet 10 keer zoveel cement, je hebt niet 10 keer zoveel olie, je hebt niet 10 keer zoveel bakstenen. Dus dat is allemaal gelijk gebleven. Je hebt alleen 10 keer zoveel krediet gecreëerd door de geldhoeveelheid maal 10 te doen. Maar dat betekent niet dat je 10 keer zoveel projecten kan uitvoeren. En dat is natuurlijk waar de hele Oostenrijkse business cycle theorie vandaan komt. Dat ze zeggen, ja, al die ondernemers die hebben het idee dat ze inderdaad allemaal hun project kunnen uitvoeren. Want ze hebben op hun bankrekening zien ze hoop geld staan. Maar op het moment dat ze het uit gaan geven om het project ten uitvoer te brengen, dan merken ze bijna dat de prijs omhoog gaat. Want dan komen al die geldstromen bij elkaar van al die ondernemers die allemaal zoveel geld denken te hebben en allemaal hun project uit willen voeren. Drijven de prijs op en dan gaan ze aan het eind eigenlijk allemaal fieten omdat ze het niet afkrijgen. En dan moeten ze uiteindelijk meer geld uitgeven om het onder af te krijgen. En sommigen lukt het helemaal niet om dat geld bij elkaar te krijgen. Dan krijg je de boom-bust cycle. De boom is al op het moment dat alle ondernemers dat krediet op hun rekening gegeven krijgen en denken van, jemig, ben ik rijk? Ik ga er vol tegenaan. The life is so great, I have to wear shades. En dan, als ze eenmaal beginnen, dan krijg je naar het eind toe krijg je de bust cycle. Als van, oh, dat geld te koop eigenlijk niet zoveel als ik aan het begin gedacht had. Dus ik kan mijn investering niet afmaken. Plus dat aan het einde van die investering, kijk wat normaal gebeurt, heb ik geloof ik al eens een keer uitgelegd, maar normaal kwam dat geld van spaarders af. Dus die spaarders die gaan minder consumeren, dus die gebruiken uiteindelijk minder cement, olie, zand, hijskranen, bla bla bla. Die minder aanspraak op echte zaken. En die zetten hun spaargeld op de bank. Die ondernemer die leent dat geld dan, en die ondernemer die krijgt eigenlijk in ruil daarvoor de uitgeefcapaciteit voor diezelfde cement, olie, hijskraan, wat hij maar wil. Die bouwt daarna zijn investering. En aan het eind, als zijn project klaar is, dan lost hij zijn lening af weer aan die mensen die dan hun koopkracht terugkrijgen, die spaarders. En die krijgen hun koopkracht terug en die kunnen dan bijvoorbeeld een nieuwe keuken gaan kopen die keukenboer ontwikkeld heeft. Maar wat er nu gebeurt is dat, omdat alle geld geleend is en er zijn eigenlijk helemaal geen spaarders, omdat consumenten ook lenen, is er aan het eind helemaal geen spaarder die zijn koopkracht terugkrijgt om die keuken te gaan kopen. Want iedereen is gewoon aan het lenen gegaan, omdat de centrale bank gewoon dat geld creëerde waarvan geleend werd. En er is dus geen spaarder die dat opgeofferd heeft, die koopkracht. Ja, maar waar we wel veel offers voor gebracht zijn, is de renovatie van het Binnenhof. En het blijkt, het blijkt wederom een salamitactiek van je welste te zijn. Oorspronkelijk was het beraamd op 475 miljoen.
eurotjes, maar het zit inmiddels al op 718 miljoen en het is nog steeds niet af. Ja. Het gaat er om een renovatie. Ja, je wordt de economie gestimuleerd, Peter. Ja. Aan het eind hebben we een veel beter parlement natuurlijk. Ja. We hebben met z'n allen hebben we wat aan. Ja, het parlement dat eindelijk eens wat terug doet als er een lockdown wordt afgekondigd. En een avondklok en een... En het werkte toch in Frankrijk ook met het paleis van Versailles? Ja, al die consumptie daar, die geeft jullie een baan. Ja, dat zou die koning dan ook kunnen zeggen. Louis de 14e van. Hey, omdat ik zo'n ontzettend paleis heb met enorme tuinen, hè, heb jij een baan als tuinman? Nee, dat zou je anders niet hebben. Wel voor je eigen belastinggeld, maar... De mensen stonden in de rij om de billen te wassen, hè, daar. Van de koning. Ja, dat was zo. Dat was het meest begeerde baantje, want dan kon je invloed uitoefenen op de koning terwijl je zijn billen aan het wassen was. Dat wilde iedereen doen. Dan had je een momentje alleen met de koning. Ja, gezellig. Ja, volgens mij is het record van de parlementen die duurder uitvielen dan ze dan begroot waren. Dat is het Schotse parlement. Oké. Okay. Ik heb daar wel eens wat van gehoord. Oké. Okay. De Schotten hebben daar heel veel aan gehad ook. Hè? Hun inspraak was in één keer beter. Ja. Ze werden beter gerepresenteerd. Ja, het was zoiets moois, want het begon met zoveel miljoen. En dus jij zegt net salami techniek. Nou zal het wel moeilijk te vinden zijn met Google weer. Dory, dat is weer... Dat is allemaal nepnieuws. het is factoren omhoog ging het. Het ging factoren over het originele budget heen. Oké. Ja. Even kijken. Tot, Ja, toen in Rotterdam had je nog die renovatie van dat schip, de SS Rotterdam. Ja. Oh, dat moest geloof ik een paar miljoen kosten. En dan werd het 30 miljoen. En één keer werd het 80 miljoen. En ik weet niet hoeveel het inmiddels is hoor. Maar. Goed, je kon daar meerdere boten voor kopen. En de Stopera was er ook zo geval. Ja. En de metro in Amsterdam. Ja. Het is altijd met een overheidsproject, hè? Ik bedoel, Kijk, hier staat weer een heel grote slag in. Er wordt natuurlijk heel moeilijk om dat even eruit te halen. Je wil alleen even zien van, origineel was het geraamd op zoveel. En uiteindelijk, ik geloof dat hier, zie ik iets tussen de 24 en 34 miljoen pond. Waarom heb je niet gewoon een Wikipedia pagina van... Scottish Parliament Wiki. Ja, vind ik dat. Ondertussen ga ik verder met het volgende bericht. Wat ook de economie gestimuleerd is, is natuurlijk die enorme stortbuien in Limburg afgelopen nacht, ochtend. Zo heeft dat het gestimuleerd? Of is dat alleen maar vanuit Keynesianisme gezien, hè? Maar ja, dat is eigenlijk net zoiets inderdaad. Hè? Dat hele Keynesiaanse idee van oorlog is goed. Dat, omdat er zoveel vernietigd wordt. En dan moet er veel meer, meer geconsumeerd worden eigenlijk. Of er moet veel meer gebouwd worden en gerepareerd en gedaan. Dus dan, en terwijl je dan aan het eind daarvan ben je alleen maar terug waar je was. Ja. Ik geloof dat het... wat ik daarnet zei, tussen 24 en 30 miljoen werd het geraamd. En uiteindelijk kostte het 414 miljoen. Okay. Dus dat is dus, zeg maar meer dan een factor 10 eroverheen. Iets van een factor 15 of zo eroverheen. Mm-hmm. Ja. Het zijn behoorlijke overruns, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, in Valkenburg hebben ze in één keer een enorme economische boost hierdoor. Ja, ze kunnen een heleboel repareren weer. Hotels moeten dan wel eventjes dicht, maar je doet het wel voor wat. Ik wel leuk vond aan dit verhaal is dat de titel van die Limburgse stortbui is. Stortbui Limburg passen in een patroon. Zomaar neerslag, vaker in één klap. En dan komt er weer klimaatverandering om de hoek kijken. Mm-hmm. Maar wat we nu gehad hebben is...
als je zoekt, dan kan je berichten vinden van vaker droogte in Europa vanwege klimaatverandering. Maar ook vaker regen of meer regen in Europa door klimaatverandering. Ja. En een regenbui. Ja, nu heb je dus dat ze zeggen van ja, er komt niet meer of minder regen, maar alle regen komt in één klap dat, door klimaatverandering. Dus het wordt steeds aangepast. En ze hebben eigenlijk al, het komt door klimaatverandering als ze iets bijzonders zien. Maar ja, ze kunnen er geen pijl op trekken. Dus gewoon, het wordt steeds verder aangepast. Ja, maar het gaat erom dat gebeurt, dat is inderdaad wel duidelijk, maar het gaat erom dat onderdanen dat dan niet merken. En als zij dat gewoon niet merken, dat verschil, en gewoon eens zijn van, hey, dit verschijnsel, wat echt al 100 jaar niet is voorgekomen, dat is ja, door klimaatverandering, dan zijn de onderdanen al tevreden en accepteren je verhaal. Terwijl ja, op sommige kastelen, of tenminste, was ook een kasteel in Limburg, wat voor een deel overstroomd was. En dan zag je ook de waterpeil, maar je zag daarboven ook nog een waterstand van 150, 160 jaar geleden. En het gebeurde dus vaker vroeger. Ja, nee, dat is met al die dingen zo. Laatst ook weer was een record in Death Valley, was de hoogste temperatuur ooit. En dan ga je Tony Heller even kijken en Tony Heller zegt van nee, dat is helemaal niet zo. In 1913 was het hoger. Dus nu.nl, die kreeg gelijk alle... Ja, dan kreeg gelijk een fact-check salve om zijn oren. Wat je dan, en wat meer partijen ook waarschijnlijk. Dus het werd gelijk gezegd, ja, er was een keer dat het hoger was, maar de vraag is of die meting betrouwbaar was. Dus nou gaan ze gewoon al die metingen, oude metingen, gaan ze onbetrouwbaar verklaren en dan hebben ze weer een nieuw record. Terwijl toen die temperatuur kwam 3 keer voor in een week, maar ja, alle 3 keer was het gewoon onbetrouwbaar, dus dat kunnen we vergeten. Dus hebben we een nieuw record, joepie de boepie. Maar ik vind het wel... Hier staat dan wel in, dat is wel stom eigenlijk. Als ik propaganda was, schrijver was van nu.nl, dan zou ik gewoon keihard schrijven van, nou ja, inderdaad. Ja, vaker regen, door klimaatverandering komt regen vaker in één klap, zeggen wetenschappers of zo, zeg je dan gewoon. Maar, hier zeggen ze erachter, klimaatverandering speelt een rol, zeggen wetenschappers. Dat is een beetje paradoxaal. Nederland heeft net 3 droge zomers op rij gehad en ook die droogte worden in verband gebracht met klimaatverandering. Dat moet je natuurlijk niet bij gaan zetten dan. Want dan gaat het onderdaan natuurlijk denken van... Hey, verrek, dat is een beetje vreemd. Ja, en als je het allemaal bij elkaar optelt... gemiddeld, langjarig klopt het allemaal nog steeds... van de gemiddelde neerslag over de laatste 10 jaar... is niet zo heel veel anders geweest dan in die 10 jaar daarvoor... Alleen, ja, nu heeft men vers in de herinnering dat het even flink kan regenen in de zomer. En dan in dit geval in Limburg. Maar ja, gemiddeld is er nog steeds niks aan de hand. Alleen het kan ook zijn dat gemiddelde van die 10 jaar voor deze 10 jaar ook op zo'n manier tot stand is gekomen. Met een paar droge zomers. En dan weer 1 of 2 of 3 hele natte zomers. Ja, maar wat ze nou dan zeggen is dat... Dat ja, het gemiddelde, daar zie je niks aan. Maar de extremen zijn veel groter. Ja, dan moet je dat weer gaan controleren natuurlijk. Of dat wel klopt. En dat is dus, ja, met die temperatuur is dat eigenlijk ook niet het geval. Die records eigenlijk allemaal niet kloppen. Maar wat ik ook wel vreemd vond, hier staat er. Door droogte en extreme neerslag kunnen naast elkaar toenemen, zegt klimaatonderzoeker Pieter Siegmund. Bij droogte komt het vooral door extra verdamping. Een periode zonder neerslag kan daardoor droger worden. Een periode zonder neerslag kan droger worden. Hoor jullie dat? Een periode zonder neerslag kan droger worden. Hey, ik heb er nog één. Een periode met neerslag kan natter worden. Hey, wetenschap. Ik wil graag een subsidie hebben. Even hand ophouden. Tik er binnen me. Ja. Nee, maar ja, goed. Dit stond allemaal in nu.nl, oftewel. Ja, wat je heel vaak ziet, dat ze met een enorm verhaal komen. Net zoals we hebben toen ooit wel eens behandeld van. Zijn oude records, temperatuurrecords voor donkere maand? En dan komen ze. Nee, nou, dat was niet zo, want ze hadden de Stevenson-hut en de Pagoda-hut hadden ze bij het beeld, maar dat was.
Het waren verschillende metingen. En die ene, die kon je wat minder vertrouwen. Dus je moest dat een beetje gaan middelen. En er kwam een enorm verhaal. En dan weet je al van, ja, dat het bullshit is dat ze met zo'n enorm verhaal komen om dit recht te praten. Dat ze eigenlijk gesnapt zijn dat met het weghalen van die oude records. Ja, daar komt dus een enorm verhaal bij. En dat komt er hier dus ook bij. Want ze hebben tijden lopen verkondigd. Hey, het wordt droger door opwarming van de aarde. En dat konden onderdaan nog wel begrijpen. Die konden er wel bij van oké, warmer, droger door de verdamping. Ja. En nou gaat het keihard regenen. En dan willen ze dat er ook aan koppelen. En dan zeggen ze ja... ja, als het eenmaal regent, kan er juist meer regen vallen. Dat gebeurt vaak in korte tijd. Dat komt doordat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. Ongeveer 7% meer vocht per graad opwarming, zegt Sigmund. Nou, als warme lucht meer waterdamp kan bevatten, waarom regent het dan meer? Want de lucht is allemaal warmer geworden. Dus het percentage mag in Nederland verdubbelen, want onze zomers zijn nu al ongeveer 2 graden warmer dan een eeuw geleden. Nou, dat 2 graden warmer dan een eeuw geleden, dat kan je op je buik schrijven, die aanpassingen. Als die lucht uitregent, heb je ook 40% meer neerslag. Als dus Sigmund. Warme wolken stijgen sneller en regenen harder uit. En nou, ik heb een heel verhaal erover met allemaal met grafiekjes erbij. En een aantal waarnemingen laten stijgende lijn zijn. En, ja, het is een cover your ass verhaal. Ja, ik kreeg nog op school mee dat we aan het einde van een ijstijd leefden. Dat ook een van de redenen was dat het wat warmer was dan vroeger. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Maar dat is ook zo. Ik ben wel eens naar zo'n gletsjer geweest bij Mont Blanc, daar ergens in de buurt. En dan zie je dat die gletsjers, die trekken zich wel terug. Maar de borden daarbij staat nog steeds op, omdat we uit een ijstijd komen. Die borden hebben ze niet veranderd. Terwijl je zou zeggen, hup, gelijk weghalen en dit komt door global warming. Dat... En ja. Jullie zijn er schuldig aan. Breng ze nou niet op een idee. Ja. Maar dat is waar. In Europa is het nog steeds het einde van de ijstijd. En dat zie je bijvoorbeeld ook, zeggen we dat de zeespiegel stijgt. Maar in de Finse golf daalt de zeespiegel. En dat komt omdat het land nog steeds opveert daar. De bodem onder die Finse golf die gaat omhoog. Omdat die gletsjers er niet meer op drukken die er voorheen wel op drukten. Dus inderdaad, in Europa heb je dat nog steeds, dat effect. Ja, maar ja, goed, ja, dit past dan natuurlijk allemaal in het plaatje en daar wordt het volgende bericht ook bij. Zo slecht is koken op gas. Kinderen lopen meer risico op lucht wegen aandoeningen als je op gas kookt. Ja, goed, daarom heb je een ventilatieding boven het fornuis staan. Dat blaast de lucht naar buiten, klaar. Okay. Ja, maar ja, hoe erg krijg je daar last van? Ik bedoel, ik heb altijd op gas gekookt. Ik heb nog nooit iets aan mijn luchtwegen gehad. Nee. En je hebt gerookt. Maar wel aangebrand ja, eten. Vroeger, ja. Wat? Wel aangebrand eten. Nee, dat hangt vanaf. Als je goed roert in de pan, heb je daar geen last van. Ja, maar dat ga ik even werken boven. Huh? Ja, maar goed, het is allemaal weer veer. Een stukje uit het artikel. In 8 minuten wat zilvervlies, rijst koken en een paar minuten wat groente wokken. Deze snelle en gezonde hap is minder gezond dan het klinkt, waarschuwt Piet Jacobs, fijnspecialist bij de TNO. Bij het bakken en braden komt fijnstof vrij. Zonder een adequate afzuigkap zorgt het voor hogere fijnstofconcentratie dan alle auto's die voorbij rijden. Ik ben bang dat koken mogelijk schadelijk voor de gezondheid is. Hey, ik heb er nog eentje. Niet eten, dat is nog schadelijker voor de gezondheid. Ja. Dus hij heeft het eigenlijk over heel koken, niet alleen gas, maar hij heeft het gewoon koken. Bij koken komt fijnstof vrij. Mm-hmm. En extreem kleine deeltjes. Ja, ik denk, volgens mij hebben we al fijnstof sinds de oertijd. Hoor. Ik denk niet dat in je hol vuurtjes stoken en daar je konijn op braden, dat nou zoveel minder fijnstof opleverde. We hebben het al die tijd overleefd. Ja. Maar ja, zeggen ze, vroeger werden ze ook maar 30 jaar oud. En dit klopt ook niet, heb ik wel eens gehoord. Dat ze vroeger zo jong dood gingen. Je had veel kindersterfte, waardoor de gemiddelde leeftijd niet zo hoog werd. Maar als je daar voorbij kwam, dan kon je de aardig rente redden. Ja. En dan... Dan de hele vroege tijd, hè? Dus jagers-verzamelaar tijd. Mm-hmm.
Maar toch denk ik dat een konijntje buiten je hol braden toch het gezonder is, hoor. Ja, ja. Ik zal wel iets uitmaken. Nou, het hangt er vanaf wat voor weer het is ook natuurlijk. Als het regent, dan gaat je vuurtje uit. En dan zit je rauw konijn te eten. Ja, en weet je wat, waar dit ook gewoon mee te maken heeft? Gewoon met de oorlog tegen gas. Waarbij dus ook gewoon het gasverbruik in discrediet wordt gebracht. Ja, dat is het. Men is erachter gekomen dat het koken op gas leidt tot enorm gasverbruik. Dat dat gewoon totaal irrelevant is, omdat het gewoon heel weinig, relatief heel weinig gas verbruikt. Gelijk bij verwarming. Ja. Gelijk met verwarming. En dat dit gewoon een second attempt is, zeg maar, om gas in discussie te brengen. Dus, gewoon bullshit nieuws. En de media grepen wel echt gretig toe. Ja, het is ook zo dat wat ze graag willen is dat iedereen op elektra zit. En daarmee gewoon centraal afhankelijk is van de centraal gestuurd kan worden. Maar dat betekent dat ook jouw elektro af te zetten, en dan kan je gewoon niet meer koken. Dus ze hebben veel meer macht, er is veel meer macht op een centrale punt, met die auto zo. Als jij benzine kan tanken, dan kan je ergens nog benzine halen. En zij kunnen niet controleren waar je allemaal benzine kan halen. En en jij kan ook een gastank aansluiten op je gasfornuis nog, zo'n butagas ding. Dan kan je gewoon nog koken. En dan ik weet al, vroeger gingen we naar Frankrijk toe, dan moest je gewoon elke maand of zo, dan kan er zo'n gastank, had je zo'n vrachtwagentje, kwam een gastank, die gooide je onder het fornuis en dan sloot je hem aan en dan kon je weer een maand op koken. Dus dan ben je eigenlijk heel erg vrij en onafhankelijk. En met elektra ben je natuurlijk helemaal afhankelijk van elektra. Alles loopt straks op elektra. Je auto, je kooktoestel, je verwarming op een warmtepomp, alles zit op elektra, waarmee je eigenlijk heel erg afhankelijk wordt en makkelijk te manipuleren. En dan gaan de kolencentrales allemaal eruit, dus dan gaan we allemaal problemen krijgen, weet je wel. Je hebt die blackouts en dan doet ook niks het meer gelijk. Dan kan je huis niet verwarmen en je kan niet koken. En, je kan ook niks betalen, want je telefoon heeft geen stroom meer. En je kan niet meer reizen, inderdaad. Want je bitcoin miner ligt stil. Ja. Dit vind ik ook wel mooi. Het probleem ontstaat niet alleen in de pan, maar bij koken op gas, ook al onder de pan. Bij koken op gas ontstaan stofstofdioxide. Wat is nou, heb je wel eens van de chemische verbinding stofstofdioxide gehoord? Stokstof? Stofstof. Stofstofdioxide. Stok. Nou, we kunnen het even googlen hoor, of het bestaat. Volgens mij moet het zijn stikstofdioxide. Ja, en die journalist die had natuurlijk weer een flauw idee waar hij het over had. Dus die maakt van stikstofdioxide, maakt hij stofstofdioxide. En ultrafijnstof. Bij mensen die op gas koken hebben kinderen 20% meer kans op luchtwegklachten. Zo blijkt uit het TNO-onderzoek. Dat maakt elektrisch koken echt gezonder. Ja, ja. Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Miele. In de hoop het inductietoestel aan te prijzen. Ja, ik gok maar wat. Oh, kijk, hier verder staat het koolstoffilter. Dan gaan ze het over die recirculatiekap hebben. Het koolstoffilters. Het is wel een baggerartikel. Er is gewoon echt niet even geproefried of zo door iemand. Ik had het zelf kunnen schrijven, zo slecht is het geschreven. Misschien is het een taalanarchist. Het koolstoffilters. Dus het moet je zeggen, de koolstoffilters. Of het koolstoffilter vangt wel wat stikstofdioxide af. Hier staat stikstofdioxide. Dus ik denk dat dat stofstofdioxide ook stikstofdioxide moet zijn. Ja. Maar zo'n filter is na 20 dagen al verzadigd. Oké. Okay. Ja, ja. Goed voor het milieu. Flik je dat ding weer weg. Hupsakee, volgende. Ja. Ja. Gaan we even naar Hugootje. Dan kan ik gelijk even reclame maken voor het Hugootje. Hugootje is een nieuwe token die ik weggeef op Vrijheid Radio Telegram groep. Dat is t.me/vrijheid.
En ik ben de backholder, maar ik deel het gewoon uit daar. Ja, Hugo, je kunt verder nog niks mee doen. Je kunt hem gewoon ontvangen en dan andere mensen ermee liken. Er wordt nog wat in de chat gezegd. Ik ga koken op kolen. Ik heb een vermoeden dat er straks... een prijsdaling zou kunnen komen. Ja. Het is wel handig om dan eigenlijk nog zo'n soort barbecue in de tuin te hebben. Onder een afkapje. Dan heb je toch nog een alternatieve manier om te koken als alles in elkaar flikkert. Ja, maar goed, ik heb ik heb een token op de markt gebracht. Dus, Hugo de kooksnuiver, de jongen. Zo heet hij. Die deel ik uit in de Vrijheid Radio Telegram groep. Dus ja. Goed, even kijken hoor. Hugo de Jonge, oh die kop van hem. Ik zou eerder zeggen dat hij speed gebruikt hoor. Verkrampte kaken en zo. En dan die grote ogen. Als hij in de bar langs zou komen, zou ik zeggen, oh ja, die gast die is aan de drugs. Maar, maar goed. Ik hoor heel veel mensen dat zeggen inderdaad. Ik kan het niet zo herkennen, maar... Ja. Nou, dat zie je aan die ogen. Als iemand zo kijkt, dan heeft hij wat op. En van die verkrampte kaak is ook een teken van speed. Hugo de Jonge, direct vaccinatiebewijs was de manier om jongeren over te halen. Ja, het is wel mooi dat het bericht daaronder is. Wachttijd voor vaccinatiebewijs vanaf 10 juli. Datalek bij contactonderzoek Groenlo. Dus, dat gaat weer goed. Hij zegt, direct een vaccinatiebewijs was de manier om ze over te halen. En dan gelijk, boom, einde direct vaccinatiebeleid. Ja, het is... een beetje triest weer. Dit doet denken aan wat ik er net zei over Obama. Van, je krijgt een boete als je mijn verzekering niet koopt. En we gaan meten. En kijk, het heeft geholpen. Het boete geven was de manier om mensen over te halen een verzekering te kopen. Ja, wat heb je nou bereikt? Je hebt mensen... gedreigd hun geld af te pakken en dan kopen ze jouw verzekering. Ja. Heel succes. En dat doen ze eigenlijk hiermee ook. Ja, als we mensen op 26 manieren schaakmat zetten, ze kunnen niet meer naar een restaurant, naar een bioscoop, ze kunnen niet meer op vakantie, ze mogen de supermarkt niet meer in, ze mogen niet meer naar de sportclub toe. Ja, dan nemen ze het vaccin. Dat was de manier om ze aan het vaccin te krijgen. Ja, dit is gewoon dwang. Dus dan... dan heb je niks om trots op te zijn. Van de, ik heb de manier bedacht om het voor elkaar te krijgen. Ja, je kan ze ook een tuinslang in een reet steken en de kraan aanzetten. En zeggen dat je ermee ophoudt als ze een vaccin nemen. Heb jij de vaccinatiegraad omhoog gekregen? Ik vind het trouwens opvallend. Ik heb natuurlijk 3 mensen bij mij op mijn adres ingeschreven. Uit Oekraïne komende. En wat krijg ik nog in de bus voordat ik de BSN-nummers heb, de belastingslaafnummers? Uitnodiging voor vaccinatie? Ja, Rijksdienst voor Rijksvaccinatieprogramma. 3 keer, ting, ting, ting. Met de opmerking erbij, het is gratis. Het is gratis. Joh. Hoe komen dan al die Pfizer en zo aan die enorme winsten? Ja, gek hè. Dan geven we het gratis weg eigenlijk. Wie heeft dat betaald dan? Als het gratis is. Eigenlijk moet erbij staan, we hebben u al voor laten betalen. Ja. Maar moet de baby dan ook gevaccineerd worden? Nou, die maakten ze opmerkzaam op het Rijksvaccinatieprogramma. Een baby? Ja, je gaat gelijk de database in en dan krijg je aanbevolen... vaccinaties. Je kan daar nee tegen zeggen. Ik ken mensen die dat hebben gedaan. Ik wil zelf ook niet meegaan. Want mijn vertrouwen in vaccinaties is enorm afgenomen het afgelopen jaar. En ook in al diegenen die ervoor kwamen, die zogenaamd nog allemaal klassiek waren. Ja, je weet nou waar ze toe in staat zijn. Tot wat voor zaken. Dus ik, nee. Ja, ik denk als het allemaal zo opgedrongen moet worden, zal er wel een luchtje aan zitten. Dus ik wacht in ieder geval nog even af tot de lange termijn conclusies uitkomen. Of onderzoek uitgekomen is. Ja. Dus, ik hoorde dat ook mensen zeggen, ja, als je zo hard verkoopt, een harde sell. Ja, dan denken mensen van,
als jij zo hard probeert mij te overtuigen, dan moet er wel wat mis mee zijn. Dat is gewoon, dat heeft iedereen zo'n instinct van, ja, waarom moet jij er zo nodig vanaf? Waarom is het in jouw belang? Kennelijk zit er voor jou zoveel waarde aan vast als ik dat doe. En dan, misschien zit er nog wel meer in het vat of zo als ik langer uitstel. En het is een beetje wat vergeleken met de Jehovah's ook van. Want in Amerika wil Biden nou dat mensen strike teams deur aan deur gaan om mensen van de vaccinaties op de hoogte te brengen. En dan krijg je gewoon Jehovah's getuigen idee. Waarbij er ook bij werd gezegd in het script, trek je niks aan van aan de deur wordt niet gekocht stickers. Want je probeert niks te verkopen, je probeert ze alleen maar te redden of zoiets. Maar het is eigenlijk zo'n verhaal van, hey, can we talk about, do you have some time to talk about Jesus? The vaccine? About your salvation? Your salvation, the vaccine, the Pfizer vaccine. Oh, yeah. Ja, ik kom u een blijde boodschap brengen. Het is gratis. eigenlijk, die Jovers deed het ook, want eigenlijk gaan ze zeggen van, weet u dat u... dat u verloren bent, een verloren zondaar. Nee, dat wist ik niet. Nou ja, hierbij weet u het wel. En u kunt u ook redden gelijk. Jezus kan u redden. Eigenlijk is dat hetzelfde verhaal met het coronavirus. Weet u dat u op het punt staat om een dodelijke ziekte te krijgen? Weet u dat u, wist u dat? Nee, ik wist niet dat ik op het punt stond om een dodelijke ziekte te krijgen. Nou ja, dan weet u dat nu. En hier is de oplossing gelijk. Iemand omschreef als religie, dat is eigenlijk een oplossing verkopen voor een ziekte die je net verzonden hebt, genaamd zonde. Ja, eigenlijk is met corona is het weer zo'n heel verhaal. Dat JP die zegt, do you have some time to talk about our Lord and Savior Dr. Fauci? Ja, ja. Ja, die was van Awaken with JP. Ja, die had er een mooie quiz over inderdaad. Ja, waarbij die aan de deur kwam. En inderdaad geen bal omgeven dat mensen niet gezind waren van zijn bezoek. Ik ben even weg, maar zo terug. Nou, ondertussen werd nog in de chat over kolen gesproken. Flabbergast zegt van, maar er zit extra belasting op kolen. En het moet helemaal uit Oost-Europa komen. En dan zegt JP van... even kijken, maar straks ligt er een enorme voorraad in Rotterdam waar ze vanaf moeten. Ik denk dat dan de barbecue, dan kan Biden gewoon weer zeggen, de barbecue volgend jaar wordt weer een paar cent goedkoper vanwege al die kolen die de markt op komt. Toch? Ik denk dat vooral China het laatst lacht over dit soort acties. Ja, die profiteert daar het meest van. Je kan weer goedkoop kolen binnenhalen, denk ik. Ja, nou, precies. En dan ook olie, overigens, naarmate we minder olie hebben. Ja, ik denk dat de vraag naar elektriciteit, die zal wel enorm groot worden. En die komt dan gewoon helemaal uit Oost-Europa, denk ik. Dus die daar blijft, die kolencentrales gewoon nog doordraaien. En we hebben hier nog best wel redelijk schone centrales. Maar in Oost-Europa lopen ze nog een beetje achter. Dus milieu gaat er niet op vooruit, denk ik. Ja. Maar goed, ja, hadden we nog iets over de Hugootje te zeggen? Ja, ik vind het niet zo'n beste wijn eigenlijk. Oh, Hugo, jij die wijn? Ik vind dat ranzig spul, joh. Ken je dat, Hugo? Dat is zo'n... je mag het eigenlijk geen wijn meer noemen, hoor. Het is zulk ranzig spul. Ja, voor scholieren wijn is het. Ja, het is nog ranziger dan alcoholvrije wijn. Oh. Ik heb afgelopen oud en nieuw alcoholvrije Hugo-wijn gehad. Oh yeah. Oh, dat is dubbel erg. Ja, heel veel bier was het best wel lekker. Oké, okay. Ja, naar bier misschien, ja. Ja, dit is een hele goeie. Dit is een hele zeldzame druif. En hij kost ook wel wat, deze. Het is een hele goeie die ik heb. Ja, die komt dan van een echte slijter, hè. Een hele goede gespecialiseerde slijter. Okay. In Hoogland. Ja. Je brandt up. En dat kun je gewoon in de supermarkt kopen. En dat is ook hartstikke lekker. Er zit gewoon een extra hopje bij. En drinkt wel lekker weg. Ja.
Nou jongens, goed, maar ja, we gaan even naar verder. De jongeren hebben ook weer wat ontdekt. Ja, het is ook wel heel leuk na dit bericht over vaccinatiebewijs om jongeren over te halen. Hier reageerden de jongeren. Die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Jongeren, cola om de PCR-test te vervalsen. Ze hebben het al heel snel ontdekt. Dit is echt geweldig. Ik heb vertrouwen in de jeugd. Ja? Ja, de gevolgen zijn wat minder natuurlijk. Maar ja, de jeugd heeft wel laten zien dat ze de gaten snel weten te vinden. En ook die kennis erover snel weten te delen. Dus hulde voor de jeugd. Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen van, is die nou, die PCR-test is al zo onnauwkeurig. Is die sneltest nog, is die dan nauwkeuriger? Maar die is eigenlijk nog onnauwkeuriger, want die gaat gewoon zelfs op cola af. Ja, cola en sinaasappelsap. Dus wat is dat voor test? Dat is vreemd, want je duwt die dingen in je neus. Dus waarom zou cola daar invloed? Oh, wacht, via lucht. Nee, maar het is bij een PCR-test, hè? Maar ik weet niet hoe ze deze doen, maar dit is een druppeltje die je op het test. Volgens mij duw je die sneltest ook in je neus. Ja, mensen die wij hier thuis hebben liggen wel. Even kijken. En dit voor zijn onderzoekje druppelde hij de frisdrank op de test. En binnen enkele minuten verscheen een positief resultaat. Waarschijnlijk neem je dan gewoon dat wattenstaafje. En daar doe je een druppeltje cola op. Ja, maar goed, dan hou je jezelf voor de gek. En je houdt de leraar voor de gek. Ja, ook. Nou, uiteindelijk gewoon jezelf. Waarom? Ja, omdat je gewoon een test doet die over jou zou moeten gaan. Maar het heeft helemaal geen betrekking op jou. Het heeft gewoon betrekking op cola. Dus ik weet niet wat je ermee wil bereiken dan. Nou, het hele doel hiervan is om te spijbelen. Hè? Dat, ja, heb je niet door, Lucas. Je hebt toch kinderen? Hoe heb je zoveel vertrouwen in je kinderen? Mensen, wat denk ik? Het doel is niet ervan om te ontdekken of jij corona hebt. Hè? Het doel is dat je gewoon geen zin hebt in school. Oké, grappig. Maar dan kun je gewoon thuis de lessen volgen, toch? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Maar vroeger was het, als je geen zin had. Ja, ik ging gewoon op een gegeven moment niet meer naar school toe. En ze waren volgens mij hartstikke blij daarmee. Want ik was heel lastig. Ik heb het idee altijd bij spijbelen van ja, je kan wel spijbelen. Maar ja, uiteindelijk moet je toch dat examen halen. Ik had ook zo'n jongen die schreef die vervalste handtekening van zijn vader op school. Die schreef zich voor zichzelf wel wat spijbelbriefjes en ziekbriefjes en zo. En ja, dan dacht ik al van ja, het is wel fijn. Je hebt dan een dagje, heb je geen school, joepie. Maar ja, uiteindelijk moet je dat examen doen. Ik weet niet of hij dat ooit gehaald heeft ook. Maar de vraag is natuurlijk van, de sneltest bestaat uit een papierstrip en een klein rood stukje onder een laagje plastic. Op dat rode plaatje zitten antilichamen die zich binden aan het coronavirus. Ook zitten er kleine gouden nanodeeltjes op. Goud, hey, er zit goud in die man, kan je die dingen gratis krijgen? Want er zit gewoon goud in. Ja. Het gaat over de sneltest trouwens, zegt JP. Ja, ja. En hij zei, er zijn op YouTube kanalen die van alles op die sneltestdingen gooien. En de meeste dingen hebben corona. Ja, ja, ja. Dus net als die president van Tanzania. Maakt niet uit wat hij met die test aanraakte, dat had allemaal corona. Ja, een geit had hij gedaan, hè? En een papa fruit. Een appel. Ja, maar president die bestaat niet meer. Dus nee. Gaan we het zo nog over hebben. Staat, hoe kan het dat sommige frisdranken een positieve uitslag geven? Daar heeft de wetenschapper een verklaring voor. Oh. De wetenschapper, hè? Dat is iemand die heet De van zijn voornaam, een wetenschapper van zijn achternaam. Hij denkt namelijk dat de drankjes invloed hebben op het functioneren van de test. Nou, ja, dat is een mooie verklaring. Dat is bijna een soort religieuze verklaring van een soort scheppingsverhaal. Hoe komt het?
het heeft invloed. Het komt omdat het invloed heeft. De drankjes hebben namelijk één ding gemeen. Ze bevatten veel zuren. Deze zuren tasten schijnbaar de staat van de antilichamen aan. En daardoor ontregelt de test en krijg je een positieve uitslag. Maar je kunt een nep positieve test volgens hem herkennen. Doors legt uit dat de beschadigde antilichamen gemakkelijk herstellen door bijvoorbeeld de test te wassen. Nadat hij de frisdrank van de test afspoelde, kwam het oorspronkelijke negatieve testresultaat alsnog naar boven. Nou, het is gelukkig wel de wetenschapper prijst de vindingrijkheid van sommige jongeren. Hij nodigde ontdekkers en wetenschappers in spe uit om met hem samen verder te experimenteren. Wie noem je nou de wetenschapper? Wat is dat nou voor onzin? Je gaat toch niet in een artikel schrijven en iemand aanspreken als de wetenschapper? Zegt op zijn minst waar die dan een wetenschapper in is. Ja, of een naam. Ja, dan nou, hierboven staat wetenschapper Mark Lorch. Mark Lorch. En die hierna te noemen de wetenschapper. Hij wil dus die kinderen uitnodigen om dan... Maar ja, het is toch duidelijk. Die kinderen spijpen niet voor niks. Die willen geen wetenschappelijk onderzoek doen. Nee, maar ik bedoel, het is toch duidelijk. Het maakt niet uit wat je op die test gooit. Het is allemaal positief. Ja. Ja. En dan moet je als wetenschap toch wel weten. Ze zeggen dat het een beetje, dat het met het zuur te maken heeft erin. Maar dan kan ik me afvragen, in je mond zitten ook allerlei melkzuren. Daar krijg je gaatjes van in je tanden. Dus krijg je daar ook een... uit een test van. En is een geit ook zuur dan? Ja. Die president Tanzania had dat ook op een geit geprobeerd. Ja. Die is dan ook zuur. Misschien het maagzuur. Je hebt een maagzuur ook. Dus, Nou ja, goed. Ik moet wel je maag blijven natuurlijk, maagzuur. Maar, even kijken, ja, waar waren we ook alweer? Oh ja, we gaan Grapperhaus gaan we naartoe, die gezellige vent. Grapperhaus wil delen persoonsgegevens om te intimideren, strafbaar maken. Gaan ze dan de overheid ook strafbaar straffen dan? Of? Ja, dus de hele reden om persoonsgegevens op te vragen bij een bank... Dat de KYC is om jou te intimideren. Van we weten waar je woont. Dat is eigenlijk het hele verhaal van ook een Bitcoin exchange. Je gaat daar je aanmelden. Ze willen je identiteit weten. Omdat ze daarna je op je huis kunnen binnenrammen. En dan je spullen kunnen pakken. Het coronapaspoort dan? Ik bedoel, dat zijn gegevens die eigenlijk bestemd zijn alleen maar tussen jou en je arts. Ja. Dat is een hele intieme iets. Ik bedoel, ik ga jou ook niet vragen of je herpes hebt of aids of zo, weet je wel. Dus dat is een reden dat daar een soort van privacy is, weet je wel. Dat je die informatie alleen maar met een arts deelt. Maar dan willen ze dat in één keer... in één keer moet iedereen het kunnen weten, weet je wel. Nee, maar dat zegt niet iedereen. Hij zegt dus, hij wil het strafbaar stellen om de persoonsgegevens te gebruiken als intimidatie. Maar hij doet het zelf wel natuurlijk. Grapperhaus gebruikt zelf persoonsgegevens van mensen om ze te intimideren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het hele verhaal dat de overheid weer strafbaar stelt voor anderen wat ze zelf gewoon normaal doen. En essentieel vinden ook. Niemand mag stelen of moorden, maar wij moeten wel het recht hebben om te stelen en te moorden. Want anders dan valt de samenleving in elkaar. En eigenlijk zeggen ze ook, ja, mensen intimideren door hun persoonsgegevens openbaar te maken. Eigenlijk het zeggen van, ik weet waar je huis woont. Die opmerking, dat is natuurlijk een typische maffia opmerking en een bully opmerking. Eigenlijk is dat KYC. Dat is eigenlijk, ik weet waar je huis woont. En dat is natuurlijk het hele dubbele altijd aan de overheid. Dat zij zien als strafbaar iets wat ze zelf als voor hunzelf als onmisbaar zien. Ja. En hij wil daar een gevangenisstraf van 1 jaar op zetten. Ja, maar er wordt dan gezegd, hè, de overheid die kan je vertrouwen. Hè? Die hebben altijd het beste met je voor. Ze zijn er om je te beschermen. Hè? Waar ze mee zitten, dat is bijvoorbeeld wat die gast van Blue Tiger Studios, die Fries. Die baard. Met die baard inderdaad. Sietske of zo? Wietske? Ja.
Nee, normaal weet ik zijn naam wel. Riepke maar. Zijlma. Riepke Zijlma, ja, dat is hem, ja. Ja. Oh, die heeft natuurlijk gewoon als beleid van als er een corrupte ambtenaar is, dan zeg ik ook gewoon, corrupte ambtenaar Pietje Puk uit de Harlingerstraat in Haarlem of zo. Ja. Ik denk dat deze wet dan specifiek tegen Riepke... Deze wet is speciaal gemaakt voor Riepke Zeilmaker, denk ik. Want die lui die schoten daar helemaal door het lint heen. Daarom hebben ze hem ook klem gereden met 8 auto's. Want het is niet de bedoeling dat jij corrupte ambtenaren met naam en toenaam gaat noemen en waar ze wonen. Want dan net zoals die Mark van Rans, zeg maar. Je wordt dus helemaal... Eigenlijk is het gewoon, iedereen kan zien dat je corrupt bent. En dit is waar je woont. Oh, denkt de overheid. Dat moeten we absoluut niet hebben. Want onze corrupte mensen moeten we goed beschermen. Dit is dus het hele idee van doxing. Dat ze daar kan je gewoon na een jaar voor de gevangenis gaan. En doxing is het populairste middel in Hongkong om die corrupte communistische gasten te exposen. Dus geven. Als ze zo'n figuur verrader hebben, dan maken ze gewoon zijn adres bekend in Hongkong. En dat is de manier hun wapen om terug te slaan. Grapperhuis die ziet dat al gebeuren in Hongkong. Die ziet zichzelf natuurlijk ook eens een beetje als een CCP. Dus die denkt van, dan moeten we gelijk maar een jaar gevangenisstraf opzetten. Zullen we even kijken wat er allemaal in de comments staat? Ze wel weer allemaal boze boomers hebben die zeggen, ja goed zo, we moeten die adressen van de jeugd moeten we, ik weet niet. Leesreacties. Ik heb erop geklikt. 209 reacties. Om mensen die in het blauwe in zijn zitten te typen, want nu _ dictator staat bovenaan. Dan deel ik mijn zorggegevens niet meer, maar daar kan de overheid mij mee intimideren. Die heeft wel iets opgemerkt van, het is niet helemaal consequent. Maar dan komt er iemand anders zegt, goed dat dit nu gebeurt en belachelijk dat dit nog niet geregeld is. Nederland blijft helaas achter de feiten aanlopen. Dat is gewoon zo'n soort... De gehoorzame slaaf. Dit is iemand van zo'n account van... je kan van die software kopen die honderden accounts aanmaken en die schrijven dan allemaal propaganda. Okay. Hippocrates, vizier op links toestanden vervolgbaar. Het zou tijd worden. Even ongeacht je politieke mening, je kan moeilijk achter dat soort praktijken staan en stellen dat je het debat zoekt. Dus vizier op links, die geven, ik weet niet precies wat ze doen, maar het is wel zo dat die van die linkse woke figuren openbaar maken. Zo. Dat is een politieke mening. Hè? Dus je mag nou, ook als je een politiek standpunt hebt, dan mag je niet meer daarvoor gedoxt worden. Nou moet ik wel zeggen, er zitten natuurlijk hele mallotige figuren. En als jij bijvoorbeeld zegt van Peter Beukenbond is een kapitalist, nou dan zijn er misschien ook wat mensen die daar zeggen van, nou, er wordt tijd om hem voor zijn kop te schieten. Zo. Ja, de Mindyloos. Goed plan. Als je ziet met wat voor gemak sommige figuren adresgegevens deden met bepaalde adviezen, puur en alleen omdat ze het niet eens zijn met iemand. Maar niemand, dit zijn natuurlijk allemaal mensen die denken aan het intimideren van medeburgers. Maar niet dat de overheid dit ook allemaal gebruikt. De overheid moet precies altijd weten waar iedereen woont en zijn medische gegevens en alles. Want die kan niet intimideren. Maar ze doen het wel. Ja. Maar ja, goed, het komt allemaal uit... Ja, dat was meneer De Uil. Ja, even kijken. Dan gaan we naar, naar Twitter toe. Wiebrand van Hagen heeft wat getweet. Even kijken hoor. De aap komt nu uit de mouw. De enige reden dat COVID-19 op de A-lijst is geplaatst is om maatregelen te kunnen nemen, zoals de lockdown, 1,5 meter
nemen. Even, de 1,5 meter, de avondklok en de quarantaineplicht. Het heeft niets te maken met de ernst van de ziekte. Ja, de andere André Piet schrijft ook onder 2020. De maatregelen moeten worden genomen omdat de ziekte een A-status heeft. En dan, na een jaar lang komt het parlement erachter van, hey, maar de ziekte heeft helemaal geen A-status. En dan 2021, de ziekte heeft een A-status omdat de maatregelen moesten worden genomen. En dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is, want het is belachelijk dat deze ziekte een A-status krijgt. Het is gewoon totaal ridicuul. Maar eigenlijk moeten ze het wel doen om goed te, omdat die dingen die ze al eerder gedaan hadden, een A-status vereisten. Dus dan moeten ze daar maar een A-status krijgen. Terwijl het is gewoon 300 keer minder schadelijk dan de eerste ziekte op de A-status lijst. Maar het wordt wel inmiddels met ebola vergeleken. Ja, helemaal nergens op slaan. Ja. Ja, en we hebben nog een paar berichten. Even kijken hoor. Ik weet niet of je hier nog iets verder over wilde zeggen. Nee. Ja, het is een cirkelredenering. Puur zang, hè? Ja. Dan hebben we hier de HMS Queen Elizabeth. Daar is COVID uitgebroken. Op een Navy flagship. En het bijzondere is dat iedereen op dat schip gevaccineerd was. En ook voor het betreden van het schip in de quarantaine was gegaan. Dus Rara, hoe kan dit? Ja, ze zijn het al heel erg aan het aanpassen naar... Ja, het beschermt je niet tegen besmetting, maar je wordt er minder erg ziek van. Okay. Want Stephen Kinsella, die had dat ook gehad. Hè? Stephen Kinsella, die libertariër op het gebied van een intellectual property, die zei van... Hij had al gezegd van, ja, ik neem het vaccin, of het libertariërs, die horen dit niet graag misschien, of sommige libertariërs, maar het is nu wel zo dat de meeste COVID-gevallen onder niet-gevaccineerden zijn. En hij had dat als bewijs van, zie je wel, het vaccin werkt, want de meeste besmettingen, die, of de meeste PCR-test positief, laat ik het zo zeggen, zijn onder niet gevaccineerden. En toen zei ik ook van ja, als de behandeling iemand zijn hoofd afhakken geweest was, dan zou je precies hetzelfde effect hebben. Dan zou je zeggen, de behandeling iemand zijn hoofd afhakken, dan ga je een heleboel mensen hun hoofd afhakken. En dan de mensen die niet hun hoofd afgehakt zijn, daar zitten dan de meeste besmettingen onder. Dus die zijn de meeste niet behandelde mensen, daar zijn de besmettingen dan onder. Dus op zich, valt er qua oorzaak gevolg niet zoveel uit af te leiden. Maar het aparte was wel dat hij dus het vaccin had genomen en hij kreeg corona. Dus daarna. En toen zei hij van, ja, nee, maar dat klopt allemaal wel. Maar kijk, ik krijg het milder dan ik anders zou hebben gehad. Nou ja, dat is ook maar zoiets. Heeft hij het anders gehad? Nee, dat kan je natuurlijk nooit bewijzen. Ja. Maar datzelfde verhaal als de centrale bank. Als die drukte een enorme hoeveelheid geld. En toen zei ze, oh, maar dan, hoe heet het? Dan, om te voorkomen dat de werkloosheid oploopt. En toen liep de werkloosheid op. En toen zei ze, oh, de situatie was erger dan we gedacht hadden. Dus we hadden eigenlijk nog meer geld moeten drukken om te voorkomen dat de werkloosheid op zou lopen. Dus ja. Je kan altijd zeggen, als jij A doet om B te voorkomen en B gebeurt alsnog. Dan kan je natuurlijk zeggen van, oh, dat heeft helemaal niet gewerkt. Ik heb helemaal geen, door A te doen, heb ik helemaal B, kon ik B nooit voorkomen. Dus ik had gewoon een verkeerd model in mijn hoofd zetten. Nee, je kan ook zeggen van, oh, dus B was eigenlijk veel erger dan ik gedacht had. Dus ik had veel meer A moeten doen om B te voorkomen. Ik had nog meer van A moeten doen. Dat is eigenlijk precies waar de centrale banken in zitten. Van, oh, we moeten nog meer geld drukken om de crisis te voorkomen. We hebben eigenlijk kennelijk nog te weinig geld bijgedrukt. Dus als ze niet doorhebben dat hun middel eigenlijk de kwaal verergert, dan gaat het natuurlijk helemaal uit de hand lopen. Ja. En ja, het is met die corona ook zo. Je kan inderdaad zeggen, als je dan alsnog corona krijgt en deze mensen op de vliegdekschip krijgen allemaal corona, kun je gewoon zeggen van, ja, maar ze hadden het veel erger gehad als ze niet gevaccineerd waren. Ja, JP zegt, misschien hadden ze gewoon cola aan boord. Allemaal spijbelen gewoon. Ja, ze hebben geen zin, weet je wel. Ze denken, ah, ik wil nog even in mijn nest blijven liggen. Ja. Oh, even snel testje cola erop, hartstikke idee. Nou. Ontzettend
ontzettend boring zijn op zo'n vliegdekschip. Maar waarschijnlijk is het nog boringer als je om 6:00 in de houding moet staan op het dek. Ja, dan heb je liever corona en dan kan je even op led blijven. Ja, goed. Ik zag van de week een fragment van de BBC, was het, geloof ik, voorbij komen. En daar bleek dus dat die Delta variant... je zag dan achter hem, zag je de statistiek en hij stond, die nieuwslezer stond de hele tijd allemaal goed te praten. Hè? Zei, ja, het is wel eens zo dat ongevaccineerden, dat daar minder sterfgevallen zijn. Maar, en dan had hij een hele rare kronkel van, ik weet niet meer wat nou exact was. Hij zat het op een hele rare manier allemaal goed te praten, recht te trekken, terwijl je kon gewoon zien... Je zag dat sterfgevallen van gevaccineerden was hoger, weet je wel. En volgens mij was het iets van, nee, anders was het allemaal erger geweest of zoiets. Maar ik zat echt zo te kijken. Ik denk, nou, volgens mij kan je maar dan maar beter ongevaccineerd blijven. Ja, het is apart. De bochten waarin mensen gingen, dat deed die Stephen Kinsella ook. Hè? Die begon namelijk met zijn originele post was. De meeste doden, of de meeste coronagevallen zijn nu onder niet gevaccineerden. Met andere woorden, het vaccin werkt. En jullie moeten niet zeuren met jullie vaccin hesitancy. Maar iemand anders zei eronder, die uit de UK, die zei, hey, dat is vreemd. In de UK is het precies andersom. In de UK zijn de meeste gevallen nu onder gevaccineerden. En die hadden ook zo'n artikel daaronder staan, waar dat goed geluld werd. Dus er stond dat artikel, zei ook van, ja, het is ook precies wat je zou verwachten, dat de meeste gevallen onder gevaccineerden zijn. Bla 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 bla. En het verhaal is waarschijnlijk iets van, ja, als bijna iedereen gevaccineerd is, ja, dan moeten de gevallen wel meer onder gevaccineerden zijn. Want als iedereen gevaccineerd is, waar zouden ze anders moeten zijn? En die Kinsella, die zei ook van, hey, maar heb je het artikel zeker niet gelezen? Waarbij een punt was natuurlijk dat je niet tegelijkertijd kan zeggen, zie je wel, de meeste gevallen zijn onder niet gevaccineerden nu. En dat klopt met mijn veronderstelling. En tegelijkertijd zeggen, de meeste gevallen in de UK zijn onder gevaccineerden. En dat klopt ook. Je kan niet hebben dat allebei jouw stelling of jouw stelling verklaren. Zeg maar. Want het zijn twee tegenovergestelde berichten. Ja, dus het kan niet zo zijn dat die allebei jou ondersteunen. Ja, maar je hebt bezig nog gevaccineerde mensen worden ook niet getest. Dus de kans dat positieve testen uit de groep mensen komen die niet gevaccineerd is niet zo raar. Nou ja, het schijnt dat ze die hoeveelheid cycles voor gevaccineerden terugbrengen naar 28 of zo. Ja. Dus... daarmee krijg je sowieso al minder false positives. Want als je het op 40 hebt voor niet gevaccineerden en 28 voor gevaccineerden, ja, ook als je helemaal niks doet, dan als je een groep opsplitst in twee groepen, en je zegt die ene geef ik 28 threshold en die andere geef ik 40 threshold, ja, dan krijg je bij die 40 threshold veel meer positieven dan die 28 threshold. Mm-hmm. Of je nou gevaccineerd hebt of niet. En dat was het rare, dat ze inderdaad voor gevaccineerden is die threshold terugbrengen. Oké. Ja, en dan heb je ook natuurlijk het fenomeen dat als mensen zeg maar een bepaalde keuze maken, dan gaan ze dat ook gewoon proberen goed te praten. Hè? Ze willen toch niet met dat gevoel zitten, oh shit, ik heb iets stoms gedaan. Ja. Dus dat kan ook nog natuurlijk. Nee. Maar je zou zeggen, zo'n test moet dan objectief zijn. Zou je met die test objectief moeten kunnen zien of het enig effect heeft. Of zo. Zoals de uitvinder van de PCR-test, Carrie Mullis, al zei, je kan er geen diagnose mee doen. En de uitvinder van dat mRNA-vaccin, hoe heet die ook weer? Even zijn naam kwijt. Maar die zegt dat het een heel slecht idee om een massavaccinatie te gaan doen hiervan. Maar die is ook opeens weggeschreven uit de Wikipedia als uitvinder. Dus die What's Her Face, die liet dat ook zien. Dat de uitvinder van die mRNA-vaccin, die zei het is een slecht idee. En de volgende dag
nadat hij dat gezegd had, was de Wikipedia geëdit en was hij verwijderd als uitvinder van, de van het mRNA-vaccin. Oké. Okay. Kijken wat, wat zijn naam was. Dat is wel handig. Als ik nou zeg in Bing, inventor mRNA. Gebruik jij Bing? Ik gebruik Bing. Oké. Okay, Oh, dat vind ik echt de meest slechte persoonlijk. Ja? Ik vind er nog nooit iets mee. Robert Malone. Oké, oké. Een Microsoft account. Oké. Nou, ik moest een keer bij Google moest ik allerlei informatie gaan invullen of zo. Ik moest de terms and conditions en accept dit en bla bla. En toen dacht ik, bekijk het maar. Ik ga naar Bing. Ja, ze hebben allemaal voor- en nadelen. Als je puur om gaming gaat, dan kun je dat beter gewoon bij Google zoeken. Dus je wilt cheatcodes voor gaming of zo, dan voor een spel. Bij Google vind je het gewoon meteen, weet je wel. Maar als je op DuckDuckGo gaat, dan krijg je van alles en nog wat. Ook dingen die helemaal niks mee te maken heeft. Maar als je echt dingen wil weten waarvan je weet dat Google jou dan de verkeerde kant op stuurt. En politieke dingen, zeg maar. Maar dan kun je beter naar DuckDuckGo gaan. Dus, ja, dus zo gebruik ik het ook. DuckDuckGo is op zich niet zo sterk. Maar soms weet je gewoon dat Google jou bewust gaat lopen misleiden. Bepaalde dingen. En dan moet je wel naar... maar Yandex.Rusland, dat is ook wel wat dat betreft een alternatief voor... Yandex.ru. Dat je in Google gevaar zit. Google terrein. Oké. Het is wel interessant als je dus nou... De Wikipedia staat inderdaad, one of the earliest attempts to use mRNA to fight disease in humans is attributed to the Hungarian biochemist Katalin Kariko. Dus de Wikipedia is inderdaad gewoon aangepast nadat die Robert Malone, dat hij heeft gezegd van, hey, misschien niet zo'n geweldig idee om dit gelijk massaal toe te passen. Maar die man, die Malone of zo, die dan van de Wikipedia was verwijderd, die geeft wel bewijs dat hij gewoon de uitvinder is. Dus patent of zo. Ja, nou, je kan nog steeds in de hoe heet dat, de archives. Of je hebt van die websites, die houden oude sites bij. Ja, dan kan je gewoon de oude versie van die site opvragen. Hè? En dan kan je zien dat hij daar stond als uitvinder. Maar je hebt ook de patentdatabases, dat kan je toch ook zien? Ja, daar, ik weet niet of hij er patent op aangevraagd heeft. Oké. Maar, ja, daar is ook weer interessant aan de hand met die patent. Dat is, voor wie daarin geïnteresseerd is. Maar daar kwam een gast, die was van een hele grote verzekeringsclub. Die zoeken allemaal patenten na. Hij ging eens duiken in die novel coronavirus en hij vindt allemaal oude patenten over dat novel coronavirus. En hij zegt, het is helemaal niet novel, want er zijn al patenten aangevraagd in jaren geleden. Ja, 2014 geloof ik. En afgewezen ook. Dus, maar dat had te maken van... het is een keer, iemand heeft het een keer uitgelegd, dus het is op zich niet zo gek hoor. Dus als je weet maar dat is niet dat. Ik weet wat je bedoelt. Oké. Want wat ik eerst hoorde ook van, hey, er is een oud patent, omdat er het wordt verbonden aan eerdere claims. Dus ook als het later is ingediend, dan kan het opeens de originele datum naar voren verschuiven. Dat is een beetje een raar systeem van het patentbureau. Maar wat deze vent zei, Dat ging veel verder dan dat. Oké. En het is een beetje een technisch verhaal. En ik weet het ook niet helemaal goed te herinneren. Maar hij werd geïnterviewd door een paar Duitse gasten. Even kijken of ik dat nog, of ik daar nog iets van achter kan achterhalen wat de naam daarvan is. Nou, het ging wel redelijk viraal ook. Toen kwam het via verschillende kanalen kwam het naar voren. Ja, moet ik even iets openen hier voordat ik. Maar anders doe ik alvast het volgende bericht. Dan kan je tussen even. Ja, het volgende bericht is. Ik zie hier ook een Twitter berichtje. Op Forum voor Democratie. Over een debat. En dat is met iemand van Forum.
die in debat is met Rutte. En dat gaat over het, een boek van Klaus Schwab. Waarvan Rutte dus eerst zegt dat het allemaal flauwekul is en aluminiumhoedjes. Dan brengt vervolgens de persoon van Forum hem in herinnering. Want ja, Rutte heeft nogal een slecht geheugen, schijnt. Dat hij het boek ooit een keer aanbevolen heeft. En ja, dan gaat Rutte weer lopen, ja, zoals Rutte dat heel goed kan, lopen kronkelen. Dus, ik vind het wel een kindje die Gideon heet, volgens mij. Ja, 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 ja. Ik vind hem wel grappig. Je zou bijna op hem stemmen, hè? maar hij is best wel irritant. Je denkt wel echt zo van... Ja. Maar dan hoor je hem zo praten en dan denk je ook echt van wauw, eindelijk ook iemand die zijn best doet, zeg maar, op de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. En daar zijn er niet zo heel veel van, dus ja. Dat is waar, ja. Plus kudo's voor hem, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ik heb hetzelfde wat jij, bij zijn stem en zo hoor je het een beetje, het is zo'n billenknijpen mannetje, zo'n een beetje, Ja, zoiets, ja. Hij maakt het 10 keer zo goed. Of hij maakt het weer 10 keer goed. Door de inhoud. Wat hij zegt. Dus ja. Het is haten, maar het kan gewoon niet. Want hij is gewoon oké. Ja, ik kan er ook wel eens doorheen. Ik heb dat ook ooit naar heel colleges geluisterd van George Reisman. Dat is die advocaat, die, of die econoom die een beetje rond de Ayn Rand club zat. En ik vond die man zijn stem niet om uit te staan. Maar ja, hij maakte op zich wel redelijk sens met wat hij zei. Dus ik heb er gewoon, ondanks deze oppervlakkige afkeer, heb ik me er doorheen gebeten door de colleges. Ja, is inderdaad wel een leuk filmpje. Dus, Rutte liegt over de Great Reset. Dus ja... Ik vind het wel raar, waarom doet Rutte dat, weet je wel? Hij loopt aan, elders loopt dit allemaal aan te prijzen en loopt hij dan nog net niet Klaus Schwab te pijpen. Maar als dan de Forum hem daarmee confronteert, dan dat doet hij van, ah, het is allemaal aluhoedje en niet waar. Hij komt ermee weg en dus doet hij dat. Ja, ik denk... Hoe je in het nieuws komt... En sowieso wordt hij natuurlijk al geholpen door RTL Nieuws en alle actualiteitsprogramma's van de publieke omroep. En als je dat door dit soort kansrijke mediamomenten, of dus mediamomenten die waarvan het kansrijk is, nee, momenten waarvan het kansrijk is dat die in de media terechtkomen, dan moet je gewoon even een leugen vertellen en dan heb je het spel goed gespeeld. En een lul als je dat doet natuurlijk. Echt een leugenaar. Maar ja. Ja, ik ken ook iemand die zei van oké, dit gaat wel een staartje krijgen. Nou hangt die hoor. En ik zei gelijk al van nobody cares. Niemand maakt het één bal uit dat Rutte liegt. Eigenlijk weet men gewoon al dat hij liegt. Dus ja, men kijkt daar echt helemaal niet van op. En men is er niet van onder de indruk. Nee, goed, ja. Dan gaan we naar de dode presidenten toe. Maar voordat we naartoe gaan, had jij het al gevonden wat je zocht? Nee, ik zit nog steeds te scrollen door allerlei oude groepjes en zo. Ja, dan gaan we naar de dode presidenten toe. En dan bedoelen we natuurlijk niet dollarbiljetten. Die worden ook wel eens dead presidents genoemd, hè. Ja. Omdat er altijd een dode president op staat. All three presidents who declined the COVID vaccine are now dead. Dat gaat dus over die president van Tanzania, Haiti en... Nou, moet je me helpen, wie was nummer 3 ook alweer? Burundi, geloof ik. Burundi, oké. Okay. Ja. Ja, ik vind het wel, wel apart. Hè, want ik had nog een filmpje erbij gehaald van Anomaly, heet die. Mm-hmm. En die had het op een YouTube-filmpje helemaal op een rij gezet. En dan zie je inderdaad die Tanzania of die Haitiaanse president. Die zie je zeggen van, nou, maar wij hebben een speciaal kruid. En dat beschermt ons tegen COVID. En het rare was, dus er was niemand ingeënt daar bijna. En ze hadden echt 0, niks doden. Er was gewoon niks aan de hand daar, dat hele Haiti. En mensen gingen gewoon naar een restaurant toe. En geen mondkapjes. En alles ging gewoon door zoals normaal.
En dan loopt er zo'n reporter tussen, die in een filmpje zo. En die ziet dan met een mondkapje. Ah, je zou zeggen dat ik de normaalste ben hier met mijn mondkapje op. Maar het rare is dat niemand loopt hier met een mondkapje op. Dus ik ben de vreemde vogel hier. En, ja. En dat kunnen ze natuurlijk niet hebben. En het rare is dat er dan... hij heeft het hele Haiti-stuk in ieder geval... heeft hij alle nieuwsberichten daarover verzameld... wat daar over bekend geworden is. En het is echt een heel vreemd verhaal. Er zitten DEA-agenten bij betrokken... Drug Enforcement Agency. Die aanslag was ook gepleegd door mensen met een DEA-uniform aan. Mm-hmm. De DEA heeft toegegeven dat dat een informant was van hun. Maar... ze zeiden dat hij niet in de naam van DEA gehandeld heeft. En terwijl ze die aanslag plegen, zeiden ze wel, wij zijn hier namens de DEA. Dat riepen ze wel. Maar de DEA zelf, de DEA hoofd zelf, die ontkent dat dat namens hun gedaan is. Maar ze hebben wel geholpen, want hij heeft wel daarna de DEA gebeld en gezegd, wat moet ik doen? En toen hebben ze hem geholpen met zichzelf aan te geven of zo. Maar het is wel opvallend dat inderdaad, hoor je daarna Jen Psaki, de adviseur of de woordvoerder van het Witte Huis, hoor je zeggen van ja, we gaan Haiti helpen met rechtsbijstand en vaccins naartoe sturen. Dus hup, daar gaan de vaccins naartoe. In Tanzania is natuurlijk ook al gebeurd. Die vent van Tanzania, die was ook tegen die vaccins. Hij krijgt opeens een hele jonge hartaanval of zo en ziekte en boom weg. En de volgende... gaat voor een enorm bedrag aan vaccins importeren. Dus het is wel een beetje verdacht. Het is iets waar je een beetje... Kijk, ze kunnen natuurlijk eigenlijk geen controlegroep hebben. Ze willen niet dat er een controlegroep is. En het rare is ook dat bij die test hebben ze natuurlijk... Ze hebben een controlegroep gebruikt. Ten eerste, die controlegroep was al niet ingeënt met een echte placebo. Met een ander vaccin, een meningitis vaccin, wat ze dan als veilig beschouwden. Mm-hmm. En het vreemde is dat ze direct toen de emergency use authorization binnenkwam, hebben ze gezegd, oké, controlegroep, willen jullie ook laten inenten? En de meeste daarvan hebben ja gezegd. Dus de hele controlegroep is ook ingeënt nou met het vaccin. Dus je kan nooit meer bepalen of er lange termijn gevolgen zijn. Dus statistisch is er niks meer om het tegen af te wegen. Als over 5 jaar iedereen onvruchtbaar is, kan je nooit meer zeggen dat komt door het vaccin. Want er is geen controlegroep waarbij je kan zeggen, die hebben het vaccin niet gehad. Dus en daar kan je zien dat ze nog vruchtbaar zijn. En zo'n land waar ze zich niet laten inenten, dat moet je natuurlijk absoluut niet hebben. Wat dat betreft. Want daar zou dan direct uit blijken dat er wat mis is dat iets uit het vaccin komt, omdat dat de controlegroep is. Ja. Ik zit nog in de controlegroep. Staatsvijand ook. Zit ook nog in de controlegroep. Ik zit ook nog in de controlegroep. Ik weet niet hoe lang dit dag gaat duren. Maar ons zaad, dat zal wel heel duur worden. Dan gaat de prijs van bitcoin voorbij. Flabbergas zit ook in de controlegroep. We zitten hier met een hoeveelheid waardevol zaad bij elkaar. Dat wil je weten. We kunnen ons beter omdopen tot de controlegroep. Ja. Maar in dit artikeltje staan al die nieuwsberichten gemeld. Hè? Haiti rejects COVID-19 vaccine from World Health Organization. Brunei says it doesn't need COVID-19 vaccine. En in dat videootje dat ik heb gezegd, staan ook allerlei videoreportages op media voor al deze vroegtijdige dood. Waarbij deze mensen allemaal hun verhaal deden. Dit bevestigen, zeg maar. Dus ik denk op zich dat de correlatie is er wel. En er is een Reuters factcheck geweest, dat haalt hij er ook in aan. En de Reuters factcheck zegt, ze zijn niet doodgegaan vanwege het weigeren van het vaccin. Dat zegt de Reuters factcheck. Dus de correlatie, overeenkomst is er wel. Maar Reuters zegt, nee, ze zijn er vanwege andere redenen doodgegaan. Factcheck. Factcheck false. Ja, het volgende bericht was dat de aantal moordenaars van de president Haiti hadden in het verleden bij... wetshandhaving VS, ja, even heel letterlijk vertaald, law enforcement. Er zat ook een FBI-informant erbij, hè? Ja. En de baas van de CIA was op dat moment in Colombia.
Ja, en het voor een missie. Ja, ook zo. Ja, dus er wordt vermoed. Ja. En het vermoeden, zijn allemaal Colombianen die het gedaan hadden. Ja, het was vermoeden dat er een link was, dat hij daar was om het iets aan te sturen. Maar ja, goed, het was gesuggereerd. Ja, ze willen natuurlijk wel een vrijbrief hebben, die lui die dat dan doen. Ja. Maar wat ook nog interessant is, dat de mastermind die daar dan achter zou hebben gezeten, dat is een dokter. Dus die zit ook in de medische wereld weer. Maar het heeft natuurlijk niks met vaccin te maken, hè? Je kan het Reuters vragen, dat heeft allemaal niks met elkaar te maken. Nee. Het is allemaal puur toeval. Informant is code voor verward persoon onder onze invloed. Iemand die wij op elk moment een aanslag kunnen laten plegen als we zeggen somewhere under the rainbow. Dan komen alle die lui worden actief. Die, dat activeert iets. Ja, het activeert die, hoe heet je dat ook? MK Ultra. MK Ultra agenten, die komen gelijk als je somewhere under the rainbow gaat zingen, worden die actief. Een liedje dat ze activeert. Ja, je had ook nog een andere, dat was dan ook zo'n serie, dat is ook wel grappig. Als het dan een of andere jaren 80 liedje werd er gespeeld. Ja, You Might Think I'm Crazy van The Cars. Als dat nummer speelde, dan in één keer kwam er een alien die in iemands hoofd gekropen was, kwam dan in actie. Ja. Maar goed, even kijken, onrust in Zuid-Afrika. Ja, wat is daar aan de hand? Teringbende moet wel even genoemd worden, denk ik, tenminste. Ja, er zijn hele winkelcentra in brand gestoken. Elektriciteitscentrale bij Durban is in de fik gegaan. Er staan gewoon echt enorme straatgevechten. Er zijn al 72 doden gevallen, maar dat is alweer een beetje oud bericht. Wat ik nu als laatste lees, is dat ze geloof ik 25.000 troepen hebben. Het leger is ingezet, maar ze hebben ook allerlei reservetroepen hebben ze nog opgeroepen. Ja, 25.000 troepen. En het land lijkt op het punt van Civil War. Kritische infrastructuur is nou belaagd. En dat zou zogenaamd allemaal te maken hebben met die Zuma-president die in de gevangenis is gegooid. Maar ik denk dat het een beetje een aanleiding is. Want ik vermoed dat hogere voedselprijzen er de echte oorzaak van zijn. En het zal in Cuba ook wel het geval zijn. En dat is natuurlijk, dat was toen met Noord-Afrika en Egypte ook het geval. Die voedselprijzen gingen omhoog en dan zie je dat mensen geen eten meer hebben. En dan opeens dan gaan ze lopen rellen. En dat zijn natuurlijk ook mensen die waarschijnlijk altijd een uitkering hebben gehad van de overheid, altijd een beetje afbetaald, helemaal geen skills meer hebben en niet meer gezond verstand kunnen nadenken. En het enige wat ze dan hebben van, mijn uitkering betaalt rekeningen niet meer, nou ga ik rellen schoppen. Dus ik zie army vehicles moving towards Durban on the N3 have just passed the Marian Hill tolplaats aan. Dus je zag beelden van zo'n winkelcentrum, dat gewoon helemaal, hele winkelcentrum echt helemaal leeg geplunderd. Met heftrucks werden er gewoon complete vrieskisten naar buiten gereden. Dus het is echt. En ik denk niet meer dat ze hiervan terug kunnen komen. Want het talent is er gewoon niet meer. Want wat ze ook jarenlang gehad hebben nou, is dat het beleid dat bijvoorbeeld bij een elektriciteitsmaatschappij of een groot bedrijf, of een nutsbedrijf of zo, daar moest dan een zwarte aan het hoofd staan. Want daar hadden ze recht op. En het ging dus niet meer om, heeft hij kennis van zaken? Kan die een elektriciteitscentrale runnen? Nee, het ging erom, is die zwart of niet? Als die zwart is, dan krijgt hij gewoon gegarandeerd, mag hij die elektriciteitscentrale runnen? Wat er enorme blackouts geresulteerd heeft en allerlei falen. Want je moet natuurlijk de beste mensen daar hebben. Die mensen die gekwalificeerd zijn en genieten meer. Die ook allemaal het land al verlaten hebben. Want ik ken ook een hele berg Zuid-Afrikanen die naar Nederland zijn teruggekomen, omdat ze daar een soort aansluiting mee hadden om dat mogelijk te maken.
omdat als je maar enigszins talent hebt, dan probeer je daar weg te komen. Want je zag natuurlijk allemaal aankomen dat dat zo zou gaan lopen. En het rare is natuurlijk, al die mensen die zo, die voor de boycott waren toen het apartheidsregime er was. En het apartheid was het slechtste regime ooit. Het was vreselijk, want het was een rassendiscriminatie. Maar in die tijd waren er zwarten die vluchtten naar Zuid-Afrika toe, omdat hun job opportunities daar beter waren. Ze moesten bij de grens mensen tegenhouden, omdat ze zo graag in Zuid-Afrika wilden werken. En nu is het gewoon één grote shitshow geworden, waarbij alles in brand staat en elkaar en plunderen. En ja, ik denk niet meer dat ze bijvoorbeeld zo'n elektriciteitscentrale weer op kunnen bouwen. Want ze hebben gewoon de vakkennis is niet meer geworden. Die is allemaal geëmigreerd. Ze hebben een neefje van de president is daar hoofd geworden. Die heeft gewoon geen flauw idee wat hij aan het doen is. Dus die krijgen dat absoluut niet meer aan de gang. Zo'n winkelcentrum, dat gaat ook niet meer open, denk ik. Dat is ooit een keer neergezet. En door mensen die wel verstand van zaken hadden, die door de vrije markt geselecteerd waren. En ja, die zijn vertrokken omdat ze aan zagen komen hoe het mis zou gaan. En dit is eigenlijk een beetje, dit gebeurt als je positieve discriminatie tot een extreme doorvoert. En die hele woke shit. Dan krijg je uiteindelijk dit soort dingen. Ja. Nou, ik moet wel bij zeggen, iemand die dan zwart was en lid van het ANC natuurlijk. Hè? Het ANC was ook weer eens gekaapt door allemaal Marxisten. Ja, dus, ANC is natuurlijk een communistische toestand. En er wordt er altijd gezegd van, bij Cuba, ja, de enige reden dat het daar economisch slecht gaat, is vanwege de boycott van Amerika. Ja, maar Zuid-Afrika zijn ook Marxisten aan het bewind. En die hebben geen boycott. Die worden zelfs, alles wordt vergoeilijk van ze. Maar er is het ook een klerenbende. Dus misschien heeft het toch meer met het Marxisme te maken dan met die boycotten. Ja. Maar even kijken waar JP onder het over wil je dat zeggen, Lucas? Nou ja, op zich niet zo belangrijk. Maar het is wel grappig, want een oud collega probeert nu ook zijn ouders hierheen te krijgen. Hij is ook echt helemaal financieel garant en zo. Even los, want die ouders zich ook prima redden. En ja, het valt hem wel echt op hoe moeilijk de Nederlandse autoriteiten doen. Dus ik had hem al voorgesteld om gewoon in een rubberbootje vanaf Marokko deze kant op te komen. Dan kom je makkelijker in Nederland. Maar dit zijn echt mensen in nood. Ja. En die krijgen in Nederland geen voet aan de aarde als je het op een nette manier wil doen. Ja, als je echt een schappelijk iemand ben, een goed iemand in nood, dan krijg je geen voet in de grond. Als jij een totale klaploper bent wel, maar waar JP zegt van de politie plundert lekker mee, inderdaad, dat klopt ook, het is een halve burgeroorlog, het is eigenlijk bijna een burgeroorlog. Ja. En hij zegt, voedselprijs is te hoog, misschien niet al je boeren doodmaken en op land afpakken. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde wat in Zimbabwe gebeurd is. Hebben ze alle blanke boeren die daar al jaren zaten, hebben ze hun land afgepakt. Van ja, want je bent blank, dus je zit in Afrika. Als jij een witte huidskleur hebt in Afrika, heb je nergens recht op. Je hebt alles gestolen, slavernij, bla bla bla. Dus we pakken je land af. We geven het aan een neefje van de president, die absoluut geen flauw benul heeft van hoe die een boerderij moet runnen. Daarna komt er een enorme hongersnood. En dan, bij Zimbabwe vroegen ze uiteindelijk die boeren weer terug te keren om de zaak te redden. En het zou bij Zuid-Afrika ook kunnen gebeuren. Maar wie gaat er nou terug naar iets waar die ooit met geweld uit verwijderd is? Er is natuurlijk bij die boeren in Zuid-Afrika zijn enorme erge dingen gebeurd. En mensen verkracht en vermoord. En die hoe heet ze ook alweer, die Laura Southern, die heeft daar zo'n film over gemaakt. En of een documentaire. En dat als je daar weggaat, volgens mij ga je niet snel weer terug. Net zoals die Cubanen die uit Cuba vertrokken zijn. De staart tussen de benen, alles afgepakt. Die gaan ook niet zo snel meer terug. En ik heb ook wel eens op een vliegveld in de VS een Venezolaan meegemaakt. Ja, hij was alles afgepakt en hij zat naar schoenen te poetsen. En hij was daar een soort, een gevestigde boer, zeg maar. Een goede boer. Maar op een gegeven moment koos hij het hazenpad, ging hij maar naar Amerika toe, omdat hij liever schoenpootser was in relatieve vrijheid, dan een boerderij bezitten onder een totale militaire gewelddadige dictatuur waar je zo overhoofd geschoten kan worden. En dat zal in Zuid-Afrika ook zo zijn, dat die mensen verdedigen zich nou aardig, die proberen zich nog stand te houden. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die tot de laatste snik blijven vechten, maar ik denk als je die massa's
ziet rennen. En die, ja, dan denk ik, ik geef het weinig kans. Maar. Ja. Ja. En ik denk dat de toekomst is van het Westen ook. Als je dit, ja, als je zo, dit doorgaat. Zo ziet. Waar kunnen we nog heen, joh? Nou, ik denk dat de grootste bedreiging nu die ene groene deal is van de EU. Dat is volgens mij nu echt het grootste zorgpunt. En alle gevolgen van... Ja, maar en wat daarna nog allemaal komt, hè? Ik bedoel, het houdt niet op. Want dat, als dat er doorheen komt, nou, dan komen er nog meer shit aan. Ja. Maar eerst even die groene zooi fixen en dan komt dit wel. Als het, ja, dat gaat inderdaad. Als ze dat groene EU-monster kunnen fixen, dan kunnen we dat, de gevolgen van het wokgeneuzel ook nog wel fixen. Ja, daar maak ik me nou nog niet zo druk inderdaad over dat wokgedoe, maar... Ja, maar dat wokgedoe is in Nederland misschien nog niet zo ver gevorderd, maar ja. In Amerika is het best wel destructief al. Ja, ja, ja. Komt dan over 5 à 10 jaar ook in die mate ook hierheen? Ja, ja, ja. De grootste bedreiging is eerst die vieze tuinkabouter in Brussel. Ja. Timmer Frans. Ja, als je hem een bolhoed opzet, dan lijkt het net vader Abraham, joh. En daar zijn ze natuurlijk in Amerika, ik heb het idee dat ze daar in Amerika weer iets later mee zijn, met de Green New Deal. Dat is ook daar is het een vreselijk programma. Als dat ten uitvoer wordt gebracht, dan denk ik dat ook daar een ramp natuurlijk. Hm. Ja. Maar we gaan nog even naar de helstaat Cuba. Daar hadden we het al over. Daar was het al onrustig. Als de mainstream media moeten geloven, is daar een protest gaande van mensen die allemaal hutje-mutje staan. Te protesteren dat ze gevaccineerd willen worden. Ja, probeer eens iets anders te zeggen. Hè? Dan krijg je meteen een factchecker aan je broek. Ja, ja. Ja, ik zag ook een ander bericht. Maar dat was dan bij een conservatieve site zelfs. En dat stond eigenlijk bij van... vanwege vrijheid en vaccins. En ik heb een beetje gezocht hier. En dit is een beetje een nonsense site. Die joe.co.uk. Ik weet ook niet wat het is. Maar er stond echt alleen maar... Protests take place across Cuba as the country faces shortages of COVID-19 vaccines. Dus die gaan gewoon compleet verzinnen dat het door de vaccins komt. Maar... Dit is niet uniek voor Joe-nieuws. Er zijn ook betere links te vinden, of meer corporate media's links te vinden, waarbij je inderdaad de vaccin-shortage de schuld krijgt. Wat ook vreemd is met het verhaal dat je altijd hoort over Cuba, ja. Dat het enige wat daar goed werkt is de gezondheidszorg. Die is allemaal geweldig. Ja, dat zou geweldig zijn. Hoe heet die nou, die filmmaker, die Michael Moore? Michael Moore. Die ging zelfs in een rubberbootje daar naartoe. Bijna, ja. Als Michael Moore in een rubberbootje gaat zitten, zingt het wel. Ja, ja, ja. Een beetje die mensen die met een rubberbootje vanuit Cuba naar Florida komen, dan springt hij dat rubberbootje in en roeit terug, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk allemaal, dat is allemaal een scène gezet natuurlijk, maar hoe het die... ik heb inderdaad het idee van, dit is, je ziet hoe dat werkt met de nieuwsvoorzieningen. Dat ze gewoon, zij kunnen zeggen, ja, er zijn enorme protesten. En eigenlijk voor het eerst zijn er nu in Cuba grote protesten, want je loopt een enorm risico als je herkend wordt, dat je goed de sjaak bent. Mm-hmm. Dus het is heel moedig als ze allemaal in verzet durven te komen nou. Maar dan zie je gewoon dat de media, die kan daar niet over schrijven van communistische dictator roept protesten over zich af. Maar dat kunnen ze niet zeggen. Zijn toch ook mensen die een beetje Spaans kunnen lezen en dan lezen wat er op de spandoeken staat? Ja, die zullen er inderdaad wel zijn, maar... Staat er allemaal iets met cerveza of zo? Dat allemaal om bier gaat? Ja. Nee, maar het punt is dat die heersers die geloven nooit dat er buitenlandse kranten gelezen worden door onderdanen. Ik weet nog dat ze het EU-grondwetverdrag, dat werd weggestemd in Nederland. En toen zei Rutte iets van, we hebben geluisterd naar het volk en ze wilden geen volkslied, EU-volkslied. En dat is geschrapt en nu hebben we het aangenomen. En in de Finse pers stond te lezen van,
Finse premier zegt, oh ja, het zijn alleen cosmetische veranderingen die Nederland wil. Dus die Finnen zei, ja, buitenland eigenlijk universeel zei, van, oh, het zijn alleen maar cosmetische aanpassingen voor Nederland. Het heeft niks om het hand. Mm-hmm. En Rutte verkocht het in Nederland als zijnde van, nee, we hebben geluisterd naar het volk en het hele zaak aangepast, fundamenteel, en het is heel anders en we hoeven nou geen referendum meer te doen, want we kunnen het gewoon gelijk goedkeuren. En daar zie je van, ja, hij verwacht ook niet dat Nederlanders de Finse krant lezen of nieuws uit het buitenland krijgen of zo. Dat achten ze onwaarschijnlijk. En zij kunnen gewoon zeggen, ja, in Cuba zijn er protesten vanwege vaccintekort. En wie trekt dat in twijfel? Mensen denken van, oh ja, dat klinkt logisch hoor, dat zal best wel zo zijn. Ik denk dat er heel weinig gekeken wordt. En het was zelfs zo dat die woordvoerder van het Witte Huis, die konden eigenlijk Cuba ook niet veroordelen als communistisch. Die durfden het geen communistisch regime te noemen, of ze wilden, ze konden het gewoon een beetje niet bij de naam noemen. Hè. Ze kunnen daar niks slechts over zeggen. Dat is, in hun beleving moeten ze goed praten. Cuba moeten ze goed praten. Ja. Maar en BLM ook, hè? BLM, ja. Die hadden ook gezegd, dat was nou BLM, ik las ook zo'n headline ervan, ik heb er niet ingedoken, maar die konden ook, even kijken of je dat nog kan vinden. Dat de support voor BLM hadden. Een equivocal support of the Cuban communist regime and disparages the US in a statement. Dus ze hebben een statement aangegeven waarin ze de US verdelen. Ja, dus BLM kan ook niet zeggen dat het regime in Cuba fout is. Die moeten dan zeggen, nee, de US government is onder president Trump. Hè. Dus de BLM zei, blamed the US government under Trump for the inhumane treatment of the Cuban people. Dus en het is ook altijd zo, als je zegt van tegen zo'n linksvogel van, hey, Cuba is weer een voorbeeld dat het communisme niet werkt. Zegt, nee, het werk zou prima gewerkt hebben, waar het niet voor de Amerikaanse boycott van Cuba. Het rare is dan altijd dat als er nou aliens kwamen en die zouden afdwingen, dat die hebben enorme geavanceerde wapens en die kunnen gewoon direct voorkomen dat Cuba en Amerika handel drijven. Is het dan te voorspellen welk land daar straatarm van wordt en welk land daar niet zoveel van te lijden heeft? En als het ene land daar zo van te lijden heeft, dan kan je je afvragen, is dat wel een sterke economie hier? Want ja, als je gewoon een willekeurige grens tussen twee landen trekt en ze kunnen niet met elkaar handel drijven en daar stort er één in, dan kan je zeggen, die hebben dan het slechtste systeem. Ja. Maar op zich kan hier bij de sigarenboer, kan ik gewoon een Cubaanse sigaren halen. Volgens mij in Europa is er ook helemaal geen boycott. Hè? En er rijden daar allemaal Nederlandse trams rond, hè? En een Nederlandse trein ook, hè? Heb ik niet gezien, maar ik heb in de trein gezeten daar. Ja, ik heb wel eens een filmpje gezien, want volgens mij mijn schoonvader, die is ook in Cuba geweest. Die zag dan een Arnhemse trolleybus. Daar stond gewoon Altaveer nog op. Dus, ik heb het ook wel eens gezien in andere landen, hoor, dat er nog Nederlandse oude zooien rondreed. Ja, goed, in ieder geval, Dus ik denk niet dat het aan de handel ligt, hoor, dat ze arm zijn. Nee, kijk, ze kunnen ook zelf niks produceren. Ja. En ik kan zeggen, ja, ze kunnen niks produceren omdat ze niet kunnen handelen. Maar een land als Cuba moet minimaal zichzelf wel in voedsel kunnen voorzien. Daar hebben ze geen buitenlandse handel voor nodig. Ik kan zeggen, ja, ze hebben een tractor uit het buitenland nodig. Waarom produceren ze zelf geen tractoren dan? En, ja, het is natuurlijk allemaal genationaliseerde staatsshit. Ja. Dus niemand doet daar een of andere ene reet. Het is gewoon allemaal doen alsof je werkt en doen alsof je betaald wordt. Ja, ik zag nog wel een keer in de documentaire. Ze hebben wat kleine dingetjes al een beetje geprivatiseerd. Even tussen aanhalingstekens. Dus mensen mogen ietsje meer. En dan zie je wel dat meteen ook gaat floreren, weet je wel. Dus dan, geloof ik, taxibusiness
Daar kan je dan inderdaad weer wat aan verdienen. En dan gaan de mensen dan ook helemaal vol in. Hè? Want dan kun je toch ietsje meer verdienen dan wat je normaal hebt. Ik ben een jaar of 4 geleden geweest. Ja. Toen reizen nog mogelijk was. En ja, dan zie je bijvoorbeeld dat ik sprak daar met een leraar Engels. Die stond in het park een beetje Engelse les te geven. En die vertelde van ja, ik moet een maand werken voor zo'n headsetje. Voor zo'n oordopje met een draadje eraan. Zeg maar, die je voor $1.50 bij de Action kan kopen. Ja, En hij zegt, ja, hoe kan dat nou dat ik zo lang moet werken voor zo weinig? En tegelijkertijd had ik daar zo'n oude auto, weet je wel, zo'n antieke Amerikaan, die zijn helemaal tip-top onderhouden door een privaatpersoon. En die rijd je dan rond door Cuba met een muziekje uit de jaren 60 op, gewoon helemaal in sfeer, zeg maar, in die oude sfeer. Eigenlijk in de sfeer zoals die was voordat Cuba communistisch werd. Toen Havana de plaats was waar je ging partyen, zeg maar. Net zoals Casablanca. Casablanca, Havana, dat was iets waar de haute couture gebeurde. Waar de rijke lui een beetje liepen te flaneren en aan de malecon. Yeah. En die tijd, dat is nog een beetje de glorietijd. En dat rij je zo'n auto rond en zo'n muziekje erbij. En de Boca Cobana. Ja. The club that you see in left of Havana. En het mappe is dat zo'n figuur die sleept dan geloof ik $25 voor een uurtje binnen of zo. Wat daar een astronomisch bedrag is natuurlijk. Dus die leraar Engels die zit ook wel te denken van, ja, wat is het nou? Ik werk een maand voor een headsetje. En daar zit iemand die voor $25 in een uurtje verdient, zeg maar. Nou, er zitten natuurlijk nog een hoop kosten bij dat zo'n auto onderhouden en in de lucht houden. Dat is nog niet makkelijk. Er zal wel wat bij komen kijken. Maar er waren er toch aardig wat. Dat was hun hele verdienmodel. Volgens mij kunnen die daar de 3 families mee op de been houden als je daar met zo'n ding rondrijdt voor toeristen. Ja. Volgens mij is Lucas eruit gevallen. Ik denk dat de batterij van zijn mobiel leeg was. Nou, we zijn er bijna aan het einde. Dus ik. Kijk, we hebben nog even Joe Biden en zijn zoon. JP zegt: Michael Moore is een rubberboot. Ja. Ik denk niet dat hij gaat blijven drijven als je hem in het water gooit. Ik denk dat hij heel veel haaien wel brood in hem zien. Maar ja, je denkt, dit is een valstrik. Zo goed kan het niet zijn. Nee. Ja, goed. Joe Biden heeft een briljant idee. Wat zal dat zijn? Kijk, Critics Slam. Kijk hoor. De plan to. Oh, ja. Joe Biden wil tekstmessages, sms'jes, voorzien van misinformatieberichten. Dus mocht jij een sms'je sturen over corona of over vaccins en het is niet in lijn met wat de heersers willen, dan kunnen ze het voorzien van een fact-checker-melding of zo. Ja, dat is het briljante idee van Joe Biden. Ja, het is toch wel. Het is toch wel vreselijk dat ze, en ik las al meer dat ze direct messaging willen gaan censureren. Maar het is zo, die linkse figuren die kunnen ook niet tolereren dat er ook maar ergens iemand communiceert iets wat buiten hun verhaallijn zit. Dat kunnen ze gewoon niet hebben. Dus ook in direct messages moet ook allemaal onder hun controle staan en hun verhaallijn moet daar gepropageerd worden. En nu dus ook textmessages moeten gewoon gemonitord worden en er moet misinformatie aangepakt. En ja, je had dat gezien, dat bericht op Facebook van als je alleen een fotootje postte op Facebook met een grave, met zo'n begraafplaats voor elektrische auto's. Er stonden helemaal vol overwoekerde elektrische auto's. En ik had alleen boven gezet, waar is dit? Of wat zien we hier? En dan krijg je een label eroverheen. Ja, je hebt misinformation gespread. En dan kijk je dat artikel wat daarover gaat. Daar staat dan in van, ja, deze foto is verspreid met het bericht
dit zijn een mislukt groen autoproject in Frankrijk. En omdat de accu's het niet goed deden. En fact-check vals, want het was in China. Maar het blijft natuurlijk nog steeds overeind. Dat het een mislukt overheidsproject is. Ik had er niet bij gezet dat het want ik vermoedde al dat niet klopte. Ik had het een beetje bekeken. Dus ik had de originele tekst was inderdaad van, dit is een mislukt groen project, omdat de accu's niet werkten. Ik had iets met subsidie en duurzaam. Ja, ik vond dat jouw reactie was het best, een mislukt overheidsproject. En dat blijft gewoon overeind staan, dat is nog steeds geen misinformatie, ondanks dat ook niet in mijn... Ik had gewoon geen idee wat het was hoor, ik zag dit, ik denk, nou ja, dat kan alleen maar iets met subsidie en duurzaamheid. Ja, je weet gewoon dat daar is een overheid, die heeft er een hele hoop belastinggeld in gestoken en heeft toen opeens dat teruggetrokken. En toen was het ook gelijk afgelopen, want het kon niet overleven op zichzelf. Het moest overleven door subsidie. En toen de subsidie weg was, was het hele project weg en werd gewoon allemaal in een weiland gedumpt. Ja. Ik moest denken toen ik dat zag. Ik moest eigenlijk denken aan de restant van de Celtic Tiger, wat je nog wel eens in Ierland ziet. Hè? Ja, mijn moeder woont in Ierland. Mm-hmm. En als ik dan helemaal van Dublin helemaal naar de andere kant van Ierland reis, dan kom je echt door oneindige groene velden. En dan staat er gewoon in the middle of nowhere... staat er een overwoekerde woonwijk. Gewoon een nieuwbouwwijk, ongeveer 10 jaar oud. Maar helemaal overwoekerd. Het is daar neergezet, is verder niet meer naar omgekeken. Er is ook geen weg die er naartoe gaat of vandaan komt. Het staat gewoon midden in, omringd door weilanden, zonder een weg er naartoe. Maar dat is gewoon een restant van, ze hebben ooit met Europees geld ergens gesmeten. Iemand heeft het opgevangen en we moeten in ruil daarvoor moet er een woonwijk komen. Hey, we hebben hier een boer die wil zijn land verkopen. Nou, hup, pleur daar even een nieuwbouwwijk neer. En hoppakee. En niemand wilde wonen. Geen hond is geïnteresseerd om te wonen, maar dat maakt niet uit. Ja. Dus ja, en dan je komt er een paar tegen ook. Als je vanaf Galway dan naar het dorpje waar mijn moeder woont, dan zie je er ook nog eentje. En daar is dan wel één weg ernaartoe. En één huis waarvan geen onkruid overheen groeit. Dus die wel bewoond wordt. En dan de rest van de wijk is niet bewoond. Ja. Nee. Dus daar groeien de bomen uit de ramen. Ja, dus zo gaat die shit. Ja. Ja, maar Joe Biden heeft een briljant idee. Maar in ieder geval, het wordt erg bekritiseerd. Volgens mij valt het niet in goede aarde. Ik denk dat het te realiseren is. Nee. Ik denk dat een hele hoop van die dingen, van die plannen, niet meer te realiseren zijn, omdat het te fijnmazig wordt. Mm-mm. Omdat ze willen gewoon te ver duiken in iemands privéleven. Want ze willen kijken waar die van minuut tot minuut zit of zo. Dat is allemaal, dat gaat gewoon... dat gaat net iets te ver. Niet moreel te ver, denken ze. Ze vinden niks moreel te ver gaan. Mm-hmm. Maar het gaat denk ik om uit te voeren iets te ver. Ik dacht, de mensen allemaal in de gulags moeten douwen, hebben ze er ook geen probleem mee. Maar ik denk dat dit ook zoiets van, heel veel van die politici, die sturen natuurlijk ook sms'jes. En die zitten er ook niet aan te denken dat ze zometeen een... ze willen toch een beetje privé houden, weet je wel. Ja, en wat er ook gebeurt, de geloofwaardigheid van de fact-check gaat natuurlijk enorm naar beneden. Want als je dat gaat automatiseren, dan krijg je van die dingen zoals bij dat plaatje dat ik postte. Dat er een bericht bij komt te staan, omdat iemand anders ooit een keer het plaatje in gepost heeft met de verkeerde tekst erbij. En als ze dan dat plaatje zien, dan herkennen, dan gaan ze overal ervan uit dat diezelfde tekst erbij staat. En dan gaan ze dat overal maar lopen flaggen. Ik hoor wat geluiden. Ik denk dat Lucas er weer bij gekomen is. Ga verder. Oké. De zaak is ingestort, geloof ik. Ik ben er weer. Ik werd eruit geknikkerd. Ja, dan ging je het missen.
Huh? Maar de stream die is waarschijnlijk nog dood of nee? Nee, de stream is er wel hoor, de stream is er wel. Oh, nou ben jij, oh, hey, shit. Ja, ik ben nog even aan mijn, ja, kom ik weer. Ik denk dat jij nou dubbel, ik weet niet wat er gebeurde, maar volgens mij, het zal wel iets met de overheid te maken hebben. Nee. Wij zeiden dingen en toen greep de AIVD in. Ik hoorde die tik op de lijn, dus... Hey, Lucas is er ook weer. Ja, maar wacht even, jij bent, er is iets met OBS nou aan de hand. Praat jullie maar even verder. Ja, wat kunnen we nog zeggen over het controleren van, ja, als je dat gaat automatiseren, dat factchecken van alle berichten, dan gaat de geloofwaardigheid denk ik gewoon helemaal de grond in, want er worden ontzettende berg fouten bijgemaakt. Het is natuurlijk ook heel erg biased, want als jij wat een leugen over Trump schrijft, en je zegt Trump heeft 300 miljoen verduizeld bij een vastgoedproject in Chicago of zo, en je verzint gewoon maar wat, dan zal dat nooit gefactcheckt worden. Het zal nooit iemand zijn factcheck vals. Want ze zitten allemaal aan één kant te werken. Als jij iets zegt, verkeerd zegt over groene energie, factcheck. Als jij iets zegt over vaccins, wat negatief is, factcheck. Dus die kant wordt allemaal gefactcheckt. Aan de andere kant kan je... Ja, dan kan je maar zeggen wat je wilde, maar dat zal er geen worst uitmaken. Dus dat gaat steeds meer opvallen, denk ik. Plus dat geautomatiseerde systemen, die AI, die gaat ontzettend een berg fout loop maken, waardoor de hele geloofwaardigheid van die factchecks de grond in gaat. En dat zie je nu al gebeuren eigenlijk. Ja, maar ja, het runs in the family. De briljante ideeën, zijn vader, zijn zoon. Want ik heb hier ook nog Joe Biden, die, god, die man komt echt op briljante plannen. En je mag driemaal raaien waar hij dit plan bedacht heeft, want hij wilde de prostitutes unionizen. Het is Hunter Biden, geloof ik. Ja, Hunter Biden, ja, zijn vader, zijn zoon. Ja. Zag bij de hoeren en had zoiets: hey, hebben jullie een union? Ja, het is ook wel het rare dat hij heeft al veel van die hoeren gebruik gemaakt. En tegelijkertijd denkt hij dus, oh, die worden uitgebuit, die moeten in een vakbond. Ja, Worden ze dan door hem uitgebuit ook? Of hoe zit dat? Hunter Biden came up with a plan to unionize prostitutes for their protection after telling strippers for 25 years that they should unionize, according to text found on his alleged laptop. Ik vertel zo'n 25 jaar dat ze moeten unionizen, maar ik geloof dat in Amerika zijn de hele unions die zijn een beetje de grond ingegaan. Want het is niet... alleen de overheidsunions, die draaien nog heel goed, maar bij de private bedrijven zijn ze niet meer zo populair. En dat is ook wel te begrijpen, want ik denk als je daar uiteindelijk kijkt wat het je nou oplevert, dan is het waarschijnlijk niks en het kost je wel lidmaatschap geld. Ik zag laatst ook weer, wat was het nou, de CNV, die had ook weer, CNV gaf als advies om alles maar gelijk te sluiten of zo, om een totale lockdowner. Ik denk, nou, dat is lekker. Dan ben je lid van de CNV en dan wordt er gewoon even, die gaan gewoon je hele bedrijfstak om zeep helpen. Dat is nou ook weer. Maar daar is de vakbond sowieso goed in natuurlijk, hè? Gezien je in vergelijking met Oost-Europa en Azië veel te hoge lonen hier. Mede veroorzaakt door hoge socialistische of hoge belastingen als gevolg van socialistische ideeën uitvoeren. Dus ja, vakbonden zijn sowieso fout en werkvernietigers. En ik denk dat in Amerika is het in de private sector redelijk de nek omgedraaid. Maar wat er bijvoorbeeld bij de... Maar ja, Peter Schiff die legde dat ooit uit. Die zei, ja, de reden dat gebeurd is, bijvoorbeeld in de auto-industrie, is helemaal geunionized. Daardoor werden de auto's die in Amerika geproduceerd werden heel duur. En daardoor ging heel Detroit er dan onderdoor.
En werden de auto's vanuit Japan geïmporteerd. Waar dat niet zo is. Dus wat je krijgt is dat de industrieën die geunionized werden, die zijn eigenlijk allemaal om zeep geholpen en vervangen door import uit het buitenland. En ja, daarom is de union in de VS niet overgebleven in de private sector. Bij de overheid is dat niet gebeurd, omdat de overheid kan je niet outsourcen naar het buitenland. Dus hoe slecht de overheid ook presteert, het zal nooit vervangen worden door import vanuit het buitenland. Hoewel, daar zeg ik iets misschien te makkelijk. Misschien wordt er ooit nog, het Romeinse Rijk, geloof ik, aan het einde van het Romeinse Rijk, werden de Visigoten ook binnengehaald met veel verven. De stadspoorten werden opengezet. Dus misschien dat uiteindelijk gewoon ook een buitenlandse overheid wordt uitgenodigd om de eigen overheid te vervangen. Omdat het moeilijk slechter kan worden dan de eigen overheid. Ja. Maar vooralsnog heb je dus enorme unions in de staatstoestand zitten. In de overheidsvakbonden. En in Nederland heb je dat ook, overheidsvakbonden. En ik ken iemand die zei altijd wel, ja, waarvoor heeft de overheid nou vakbonden nodig? Want vakbonden bestaan tegen uitbuiting. En de overheid zou je zogenaamd beschermen tegen uitbuiting. Dus als je bij de overheid werkt, hoe kan je dan in hemelsnaam uitgebuit worden? En hoe kan je in hemelsnaam beschermd worden door dezelfde organisatie die je dan uitbuiten? Ja, je ziet wel dat de overheid of ambtenaren, die hebben dus bovengemiddelde ontslagbescherming. Hè? Het is ook echt van, je hebt gewoon letterlijk gewoon corrupte ambtenaren waarvan je denkt van, hoe kunnen die daar blijven werken? Ja, dat komt door de Advocabo. Dus die overheidsvakbond. Die zorgen gewoon dat die mensen, maakt niet uit, ze stelen uit de schatkist. Ze lopen met het pasje van de straatkrant van de... God, hoe heet die nou? Die straatkrant berover. Ken je dat verhaal nog? Ja, PvdA in Utrecht was het, toch? Ja. Bert van der Roest heette die man. Nou weet ik het weer. Pist hij zo uit zijn hoofd, die naam. Die liep met dat pasje, liep hij gewoon in de kroeg. Van de rekening van de straatkrant liep hij gewoon rondjes te geven in de kroeg. Dat is wel zo laag. En die man, uitbuiten. Hoor. Ja, en die man die mocht gewoon blijven zitten. Hoe kan dat? Ja, maar dat komt door de Advocabo. Dat is die vakbond van de overheid. Die houden dat soort mensen een handje boven het hoofd. Dus die kunnen gewoon niet eruit getrapt worden. Dus, En het is allemaal funest uiteindelijk voor zijn hele bedrijfstak. Hè? Want mm-hmm. Het idee is altijd van, dat is lekker, dan kan ik er nooit uitgetrapt worden. Maar ja, dan betekent dat niemand eruit getrapt kan worden. Dat betekent dat werkt als een magneet op de meest slechte elementen uit de samenleving. Mm-hmm. Die daar natuurlijk dan allemaal komen te zitten en nooit meer weggaan. En de hele dienst, de hele voorzieningen die stort in dan. Maar dan gaan we nog even naar het laatste berichtje. Epstein. Hij blijft terugkomen. Hè? Elke keer dan denk je, nu hebben we echt alles over die man gehad. En dan vinden ze weer wat. dit ging over de sweetheart deal. Met Ken Starr. Kennen jullie Ken Starr nog? Ja, gehoord. Ja, Clinton had hij nogal. Ja, dus de openbare aanklagen van over de spermavlekken op de jurk van Lewinsky. Waar komen die vandaan? Ja, dit is heel hypocriet, hè? Clinton zou dan een buitenechtelijke affaire hebben. Nou, dat moet hij weten, weet je. Leuk voor die man. Maar Ken Starr had dus in die tijd, bleek later, ook een buitenechtelijke affaire. Gingrich, die zich er ook mee bemoeide, had ook een buitenechtelijke affaire. Eigenlijk bijna iedereen die zich met die zaak Lewinsky bemoeide, had een buitenechtelijke affaire. Maar goed, dat is typische Washington. Maar goed, ja, Ken Starr is in ieder geval in verband gebracht door komt uit een boek. En even kijken hoor, die heeft gezorgd, die heeft er echt bovenop gezeten dat Epstein niet hard aangepakt zou worden. Hij wordt in het boek omschreven als de fixer. Dus alles wat krom is maakt hij weer recht. Ja. Weet je, van die schadeauto's repareren, ja. Als nieuw verkopen.
Ja, het artikel wordt wel heel diep ingegaan op hoe die dat deed. En nou ja, goed. Het is heel smeuig. Ja. Dus, Oh, mooi. Ja, het is natuurlijk allemaal van die. Ik heb al meer van die verhalen gehoord van zo'n openbare aanklager. Die ook ten onder ging. Toen die aangetroffen werd met een mannelijke prostituee in het toilet of zo. En die daarvoor nog. Ja, dan gingen ze nog enorm tekeer. En als een hogere moraalridder gingen ze het kwaad te lijf. Eigenlijk, die Michael Avenatti is ook zo vooral. Die ging dan met die prostituee die dan iets met Trump gedaan had. Ging die verdedigen en Trump aanvallen en zo. En op de weg daar naartoe ging hij opeens Nike afpersen. En dat ging toch niet helemaal goed. Daar moet hij naar de gevangenis toe. Dus het is, het zijn allemaal van die high flyers. Als ze moreel hoog gaan vliegen. En dan weet je bijna zeker van, oké, dat gaat straks crashen. Dan weet je gewoon dat het misgaat. Ja. Maar ik zit even te zoeken naar dit bericht. En dan zoek je op Ken Starr Epstein. En dan zag je in één keer allemaal berichten voorbij komen. Die, en dan Ken Starr weer een beetje goed proberen te praten, weet je wel. Mm. En de man die kan volgens mij zichzelf niet meer verdedigen. Want volgens mij is hij overleden. Ja. Ja, ik zal even opzoeken. Ik dacht dat hij overleden was. Dus hij wordt postuum. Maar die prosecutor die hem, die Epstein, die sweetheart deal heeft gegeven. Mm-hmm. Die kreeg te horen dat Epstein een intelligent asset was. Dat hij met rust moet laten. Mm? Kijken of ik die kan vinden. Dat was in Florida, geloof ik. Florida. Ik heb hier een kind staan, maar die leeft nog. Maar ik weet niet of het dezelfde is. Oh, het is een beetje rustig. Jullie zijn er nog? Ja, ik zit op te zoeken. Die okay. Gast die sweetheart deal gegeven heeft. Oh, oké, okay, ja, die rechter. Ja. In ieder geval Ken Starr, die had zich er wel mee bemoeid. Die had in ieder geval gezorgd. Acosta, ja. Ken Starr, die had... Ja? Acosta, die heeft die sweetheart deal gegeven. En Acosta had been asked. Acosta had explained breezingly, apparently, that back in the day he had just one meeting on the Epstein case. He'd cut the non-prosecution deal with one of Epstein's attorneys because he had been told to back off, that Epstein was above his pay grade. I was told Epstein belonged to intelligence and to leave it alone. He told his interviewers in the Trump transition, who evidently thought that he was sufficient answer and went ahead and hired Acosta. In de Labor Department. Maar dat was de gast die sweetheart deal gaf. Ja. En die kregen ze inderdaad te horen van. Het is een intelligent asset. Ja, die mail zal dan van Ken Starr zijn gekomen. Maar misschien dat die mail van Ken Starr kwam. Dat Ken Starr zei van hij is een intelligent asset en afnokken. Maar je zou zeggen, moet toch allemaal achter te komen zijn, hè? Ja, hier in een berichtje wordt erover geschreven. Er staat ook letterlijk wat er in de mail stond. Staat die Costa daar ook genoemd? Moet even control F doen. Costa. Even kijken hoor, in de fallout. Alex Acosta, who was Miami's top federal prosecutor in 2008. Had signed off on the Epstein sweetheart deal, was forced to resign as Donald Trump's labor secretary. En dat is de enige keer dat hij in het artikel wordt genoemd. Mm. Ja. Maar in ieder geval, hij had een mail gestuurd, staat er in het artikel. En nou, er komt er inderdaad op neer van dat ze Epstein met rust moesten laten. Ja. Maar ja, lees hem gewoon zelf even na, zou ik zeggen.
Er kwam ook nog iets anders naar buiten deze week, ook over Epstein. En dat had te maken met de CNN-praathoofd, Cuomo. En voordat we daarmee beginnen, heb ik hier een klein filmpje. Dat zal ik je even laten horen, waarin Cuomo wat zegt over Epstein. Komt ie? I'm talking about Epstein. You gotta stick to what is common sense on these things, all right? Don't get buried in legalese. Don't follow the finger pointing. And please don't get caught up in the intrigue of who was better friends with this guy. Who cares? Ja, jullie kunnen het niet horen natuurlijk, hè? Nee, is het dat? Ja. Nee, het was inderdaad dat hij nou, zegt van, er is niks aan de hand. Daar komt het op neer. Nothing to see here. Dus, maar ja, die Cuomo, Chris Cuomo van CNN, die was ook nog aangetroffen in een agenda van Epstein, daterend uit 1987. En daar stond zijn adres en telefoonnummer en dat van zijn vrouw stond erin. Dus ook die zat in het netwerk. Dus ja. Oké. Okay. Ja, dan weten we dat ook weer. Ja. Cool dit. Ja, maar dit filmpje was, daar loopt hij op CNN te vertellen. Echt leuk filmpje. We hebben echt wel kunnen genieten. Ja. Nee, het filmpje was van CNN, dat heb jij nu niet gezien. Maar op CNN liep hij te vertellen van, ja, er zijn allemaal geruchten over Epstein. Maar je moet niet denken dat als iemand met hem omgaat, dat meteen een associatie is, weet je wel. Dus, dat is codetaal voor dat het wel zo is. Ja, ja, goed, ja. Ja, het is wel, wel grappig. Elke week komt er wel weer wat naar boven. Dus, ja, het is toch wel, ik vraag me toch af wanneer die kop van Clinton gaat rollen. Ik denk toch wanneer die dood is, denk ik. Toch kostuum, denk ik, hè? Denk je ook niet? Nou, ja, zou er dan nog iemand de moeite in durven te steken? Nou ja, die man die is ook al aardig op leeftijd. Maar zou er iemand zin hebben om daar moeite in te steken? De Clintons? Als die dood is. Ja, natuurlijk. Nee. Dan komt alle deur naar boven. Nee, maar dan krijg je gewoon over de doden niks zo goeds. En ja. Het verdwijnt in de marge van al die jankverhalen. Van die wenselijke jankverhalen op de publieke omroep dat hij geweldig was. Ja. Dat hij van de koeken kwam eten in Delft en nog meer van dat soort dingen. En ik denk dat Hillary Clinton echt nog wel een groot probleem heeft. Want nu wel echt heel duidelijk is wat voor vuile rol ze ook in Libië heeft gespeeld, moet ik dat ze haar nog wel de komende jaren lelijk kan opbreken. Zolang ze leeft. En nou, ik denk dat degene is waar echt mee afgerekend gaat worden. Wil komt er wel mee weg. Ja, dat zou je nog als een male privilege kunnen zien, maar Hillary is ook gewoon hartstikke fout. Natuurlijk. Ja, maar ook omdat hij president is geweest, hè, dus dan kleeft het ook aan de VS en aan het presidentschap. Dus, kunnen ze niet toestaan. Hè? Nee. Ik denk alle wandaden van Roosevelt worden ook nog steeds onder de tapijt geveegd, weet je wel. Hm. Dan word je echt niet verteld van dat hij ook een concentratiekamp had. Dus, Nou ja, het wordt wel eens verteld natuurlijk, maar... Ja, maar het wordt gewoon niet eens op school geleerd of zo. Ja, wat dat betreft, als ze iemand moeten offeren, dan zou dat Hillary kunnen zijn. Die is toch niet echt populair. En ja, met die e-mails is natuurlijk ook al een hele berg e-mails gedelete. Maar dat is ook standaard geworden nou. Ik begreep dat Mueller rapport, of dat de Mueller team, die Trump onderzochten, daar is iets van 80% van de mobiele telefoons zijn ze kwijt. Dus die Republikeinen die zeggen, hey, wat is dat nou, we willen onderzoeken wat daar precies gebeurd is, en 80% is de mobiele telefoon kwijt. Dus ja, je e-mail wissen, je mobiele telefoon kwijt, dat kan gewoon. Nederland hebben dan het camerarolletje. En het bonnetje. Alles is kwijt. Geheugen ben ik kwijt. Geheugen, ja. Geen actieve herinnering. Actieve herinnering aan, inderdaad. Ja. Oh, jee. Ja. Zo, ja.
Zo doen ze dat. Ja. Ja, goed. Ja, ik ben door de berichten heen. Mijn glas is nog niet leeg. Dus ja, als je wil, kunnen we nog even doorlullen. Maar ik weet niet of de luisteraars misschien nog iets te zeggen hebben. Ik ga er ook mee nokken, denk ik. Ah, oké, oké. Voordat er grote activiteit in mijn bubbelbad is. Oh joh, oké. Oh ja, nee, dan... ja. Dus even kijken wat daar aan de hand is. Oké. Okay, feest, geloof ik. Dankjewel. Bubbelbad, okay. Dankjewel dat je erbij was in ieder geval. Dan zal ik even afscheid nemen. Goed, ja, oké. Okay. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor het luisteren, uiteraard. De deelnemers danken voor het deelnemen, uiteraard. Zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledoki F12, inderdaad, JP, die weet inderdaad hoe mijn toetsenbord in elkaar zit. Dat is volgens mij deze knop hier, oh. Even kijken, ja, dat is deze. Nee? Hey.